thuis, doe mee met de PVV. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wilders. Dank u wel. En dan geven we het woord aan mevrouw Hermans van de VVD. Voorzitter, dank u wel. Het zijn bijzondere algemene politieke beschouwingen. Met in vak K een demissionair kabinet. Met in de zaal veel collega's die niet meer terugkomen of niet verkiesbaar hebben gesteld voor na de verkiezingen. En via u, voorzitter, en nu extra via u, voorzitter, zeg ik tegen al die collega's heel veel dank voor al uw werk in de afgelopen jaren en heel veel dank voor de goede samenwerking. Over 2 maanden zijn er verkiezingen. En bij de verkiezingen straks zien we heel veel nieuwe partijleiders, heel veel nieuwe gezichten die oplossingen presenteren voor de problemen die er zijn in Nederland. Partijleiders die plannen gaan neerleggen voor hoe zij de toekomst van Nederland zien. En met die nieuwe partijleiders begint er een nieuw politiek hoofdstuk. En dat nieuwe hoofdstuk gaat beginnen, dat vind ik goed. Een nieuw hoofdstuk ook waarin we hopelijk weer politiek gaan bedrijven zoals het bedoeld is. Waarin we bezig zijn met het oplossen, met het fixen van de problemen in het land, in plaats van met de gedoetjes hier in Den Haag. En hoe mooi zou het zijn als we allemaal oprecht naar elkaar luisteren, uitgaan van de goede intenties van de ander, niet vastzitten in ons eigen gelijk en openstaan voor verandering. En vanuit die houding inhoudelijk het debat met elkaar aangaan. Een inhoudelijk debat gericht op het fixen van problemen. Laat dat de stijl en de inzet zijn van het nieuwe hoofdstuk. En die van het debat hier, vandaag en morgen. De tijd is rijp. Nou, dat roept al heel veel vragen op. maar de heer Klaver was het eerste. Ja, voorzitter, bemoedigende eerste woorden. En ik ben blij dat het debat na een uurtje verkiezingsretoriek nu echt kan beginnen. Omdat de vraag is, wat gaan we deze dagen echt betekenen voor mensen in Nederland? En daar heb ik een vraag over. Ik heb gelezen dat de VVD ook het minimumloon zou willen verhogen. En samen met collega Bikker hebben wij daar een voorstel voor gedaan om de eerste stap daarop te zetten volgend jaar. Ziet mevrouw Hermans daar de ruimte om daarop samen te werken, deze politieke beschouwing? Mevrouw Hermans. Voorzitter, we hebben in ons verkiezingsprogramma staan dat wij ook het minimumloon willen verhogen. En deze 2 dagen, de algemene beschouwingen, gaan over het jaar 2024. Wat kunnen we doen? Wat stelt dit kabinet voor het jaar 2024? En wat kunnen wij ook nog als Kamer met elkaar doen voor 2024, waar we zeggen, ja, daar zou misschien nog wat extra's moeten gebeuren. En als ik dan kijk naar de voorstellen die er liggen van dit demissionaire kabinet, dan zie ik een pakket van 2 miljard euro om de mensen met de laagste inkomens te helpen, om die gericht te helpen, om te voorkomen dat zij door het ijs zakken. Dat vind ik goed. Ik vind het ook verstandig. En ik vind het goed dat die voorstellen er liggen en de VVD-fractie steunt dat ook. Maar ik vind wel dat we daarmee voorbij gaan, of eigenlijk vergeten, dat er nog een hele grote groep mensen in Nederland is die het ook zwaar heeft. De heer Wilders refereerde er ook al aan. 1 op de 5 mensen maakt zich op dit moment zorgen, ja, kan ik aan het eind van de maand die rekening nog betalen? Dat zijn die mensen met die hele normale middeninkomens waar we het dan vaak over hebben hier. En als je mij nu vraagt, als de heer Klaver mij vraagt, kunnen we nog wat extra's doen in 2024... om mensen in Nederland die het zwaar hebben te helpen, dan vind ik dat we naast dat wat het kabinet doet voor de laagste inkomens, nogmaals dat steun ik, vind ik dat we moeten kiezen voor deze groep. De heer Klaver. Voorzitter, dat is heel goed. Ik denk dat we daar ook een aantal stappen moeten zetten. Trouwens, het verhogen van het minimumloon werkt gelijk door, ook voor deze groepen. Daarom stellen wij het ook voor. Dus mijn concrete vraag ging erover, dat minimumloon. Want het grote gevaar is volgens mij, vertrouwen gaat de komende maanden een belangrijk onderwerp zijn in de verkiezingen. En volgens mij is er maar 1 ding waarop je vertrouwen terugkrijgt. Niet door erover te praten, maar door te laten zien dat we leveren hier in Den Haag. Een heel concreet voorstel. Iedereen heeft het over het verhogen van dat minimumloon. Nou, sommigen willen naar 18 euro, naar 16. De verschillen zijn groot. Maar zo'n eerste stap volgend jaar zetten, dat helpt eigenlijk iedereen in de samenleving. Van de allerarmste mensen tot die middenklasse. En bent u bereid om daar die stappen op te zetten eigenlijk deze dagen? Om te zoeken naar wat nou de beste stap is. We hebben een voorstel gedaan. Willen we echt wel over praten? Bent u daartoe bereid? Mevrouw Hermans. Ja, voorzitter. Laten we niet vergeten dat het minimumloon dit jaar, begin dit jaar, gestegen is. Met, ik,
rond even af, maar met 10%. En dat daar afgelopen juli nog eens 3% bij is gekomen. Heel goed en heel terecht, want er moest echt een stap gezet worden bij dat minimumloon om werk ook echt lonender te maken, om dat ook te stimuleren. Als u mij nu vraagt voor volgend jaar, wat zou je nou voor volgend jaar nog extra willen doen? Waar ziet u dan dat er iets moet gebeuren? Dan is niet de eerste keus die ik maak om te zeggen, dan ga ik voor 24 ook het minimumloon nog een extra stap verhogen, omdat ik vind dat we meer gericht op die middengroepen iets moeten doen. Vind ik daarmee dat we niks moeten doen of dat er niks mogelijk zou moeten zijn om ook te kijken, kunnen we voor die laagste inkomens nog iets doen? Daarop zeg ik geen nee. Alleen mijn voorkeursroute is absoluut niet nu ook nog een stap zetten in het minimumloon. Oké. Tot slot. Voorzitter, tot slot. Toch ergens is dit, ik zie hier ruimte. En volgens mij is dat goed. Ik zie ruimte ontstaan om te zorgen dat we hier vanuit de Kamer met een begrotingsakkoord komen, wat echt een aanvulling is op wat het kabinet heeft gedaan. Ik wil hier ook zeggen, ik snap het pakket wat er ligt. Het is een demissionair kabinet. De Kamer was te klein geweest als er meer was gebeurd. Maar het is nu wel de Kamer is aan zet om dat op te plussen. Ik ben bereid om te kijken naar uw voorstellen en alle voorstellen waar u mee komt. Maar ik hoor ook dat u bereid bent om te kijken naar de voorstellen die wij ook met de ChristenUnie hebben gedaan. En dat minimumloon misschien niet het eerste is waar u aan denkt, maar waar u wel bereid bent om over te praten de komende dagen. Als ik u zo heb mogen verstaan, dan denk ik dat we hele vruchtbare politieke beschouwingen kunnen krijgen. Kijk, voorzitter, ik begon niet voor niks met het nieuwe politieke hoofdstuk. En dat daar een manier van politiek bij bedrijven bij hoort die voor mij cruciaal is. En dat is dat je luistert naar elkaar. Dat je uitgaat van de goede intenties en dat ik naar u luister waarom u oprecht bezorgd bent en denkt het moet via die route van het minimumloon. En waarom ik zeg, ja wacht even, die laagste inkomens, ik zie het. Ik zie echt dat er iets moet gebeuren dat zij niet door het ijs zakken. En dat 2 miljard pakket doet daar gelukkig heel goed werk. Maar ik zie ook dat we met die keus een hele grote groep mensen vergeten. En ik wil voorkomen dat we hen in de kou laten staan en dat het gaat dreigen dat zij door het ijs zakken. Dus ik vind dat we... Ik ben de tweede spreker. Er komen nog heel veel, ik durf even bijna niet meer te zeggen, nog 21 sprekers namen. Ik ben even de tel kwijt, excuus daarvoor. We hebben vandaag 19 sprekers en u bent de tweede. Ja, dat is, daar heeft u ook gelijk in. Dus er komen nog heel veel sprekers, nog heel veel voorstellen. Maar ik ben het met u eens. Het kabinet heeft iets neergelegd. Het moet nu in het debat hier in de Kamer gebeuren. Maar ik zal, daar kom ik verder op in mijn bijdrage, wel een aantal dingen zeggen die voor ons belangrijk zijn in hoe wij straks de afweging maken of wij hier met 150 mensen tot een aantal maatregelen kunnen komen waarmee we voor al die mensen in Nederland, niet alleen die laagste inkomens, maar ook die mensen met die hele normale inkomens, iets kunnen doen omdat beklemmende gevoel dat zij hebben aan het eind van de maand, kan ik al mijn rekeningen nog betalen om dat wat minder te maken. Mevrouw Marijns, SP. Dank voorzitter. De Kamer nam inderdaad vlak voordat wij met zomerreces gingen, of eigenlijk waren we al in het zomerreces, een motie aan van de SP en BBB. Die zei, nou ja, het kabinet moet in ieder geval ervoor zorgen dat de armoede niet verder stijgt. Maar wat zien we nu? 800.000 mensen, want het is goed dat dat pakket er ligt, zeer zeker. Dat wil ik zeker zeggen vandaag. Maar wat zien we nu? Ruim 800.000 mensen in armoede nog steeds in Nederland. Wat vindt mevrouw Hermans daarvan? Mevrouw Hermans. Voorzitter, de ambitie van dit kabinet en waar mijn partij onderdeel van was, demissionair nog steeds is, had inderdaad de ambitie om armoede terug te brengen. En dat vind ik ook goed. Ik wil dat mensen, dat je aan het eind van de maand dat gevoel hebt, oké, ik kan de eindjes aan elkaar knopen. Ik ben niet in paniek over een energierekening die mogelijk nog volgt. Of de kinderopvangkosten die toenemen. Of de boodschappen of de benzineprijzen. Noem het allemaal maar op. Dus ik vind het goed dat daar werk van wordt gemaakt. En ook dat het kabinet, het demissionaire kabinet, nu een pakket neerlegt om in elk geval die kinderarmoede die zou stijgen als er geen pakket was geweest, om die naar beneden te brengen. En de armoede in elk geval niet verder op te laten lopen. En nu komt het er met ons in de komende 2 dagen op aan. Lukt het ons om samen nog een aantal afspraken te maken, om daar mogelijk nog iets aan te doen. En ik zeg daarbij, voor mij is het dus ook van groot belang dat we ook kijken naar die groep die nu buiten niet geraakt wordt, moet ik zeggen, met het pakket van het kabinet. Maar die ook deze zorgen hebben over de betaalbaarheid van het leven. Mevrouw Marijns. Ja, ik vroeg natuurlijk, wat vindt mevrouw Hermans van 800.000 mensen in Nederland in armoede? Het Rode Kruis zegt dat er in Nederland 400.000 mensen voedselhulp nodig hebben. In Nederland. Dus u kunt er ook voor kiezen om iets te doen aan de energierekening. Maar u laat het energieplafond los, de energietoeslag gaat weg.
U kunt wat doen aan de hoge kosten die mensen hebben voor zorg door het eigen risico af te schaffen. Zie ik niet terug. U kunt van alles doen om ervoor te zorgen dat de kosten van mensen omlaag gaan. Denk aan de BTW, bijvoorbeeld op openbaar vervoer schrappen, op de boodschappen schrappen, zodat boodschappen weer betaalbaar worden. Dus nogmaals mijn vraag aan mevrouw Hermans. Wat vindt zij van 800.000 mensen in armoede in Nederland? In een tijd waarin er enorm veel winst wordt gemaakt door grote bedrijven, 327 miljard euro vorig jaar, en het blijft maar stijgen. En wat is er dan nog mogelijk volgens mevrouw Hermans vandaag, morgen, om daar wat aan te doen? Ja, voorzitter, mensen in armoede, dat wil ik niet. Dat wil niemand. Dus wat wij eraan kunnen doen om dat te voorkomen, daar werken we aan. We moeten ook eerlijk zijn dat niet alles van vandaag op morgen op te lossen is. En dat ook niet alles met nu hier extra geld, extra regelingen, extra kortingen direct die mensen ook bereikt. Want laat me een voorbeeld noemen. In een grote stad als Rotterdam is een heel aantal regelingen echt gericht op mensen met de laagste inkomen die in armoede zitten. Juist bedoeld om hen te helpen en te ondersteunen en te zorgen dat ze weer meer meedoen en betrokken worden ook in de samenleving. Ruim 50%, het gebruik van die regelingen ligt onder de 50%. Dus laten we ook alstublieft daarop inzetten in die, ik nam nu Rotterdam als voorbeeld, dat geldt op veel meer plekken in Nederland, dat ook mensen de regelingen die er zijn ook echt weten te vinden. En daarmee doe ik geen afbreuk aan het probleem, maar ik wil wel zeggen dat er meer dingen te doen zijn, te bedenken zijn, om deze mensen te helpen. Tot slot. Ja, voorzitter, mevrouw Hermans zegt nu dat er mensen zijn die de regelingen niet weten te vinden. Maar ik pleit ook niet voor meer regelingen. Sterker nog, het is een schrof schandaal dat al die regelingen nodig zijn. Dat al die pleisters nodig zijn. Dat al die toeslagen in Nederland nodig zijn. Waarom verdienen werkende mensen zo weinig? Dat ze niet rond kunnen komen en dat er zo massaal toeslagen nodig zijn. Tuurlijk, dat is het fundamentele debat wat we moeten voeren. En ik hoop en ik wil dat dat na 22 november gaat veranderen. We kunnen wat doen, nu een eerste stap zetten door bijvoorbeeld het minimumloon te verhogen. Maar ik vraag concreet aan u. En ik concludeer, ik heb twee keer gevraagd dat u niks zegt. Wat gaat u doen aan 800.000 mensen in armoede in Nederland? Wat gaat u doen aan 400.000 mensen die voedselhulp nodig hebben in Nederland? Of zegt u dus gewoon, en dat concludeer ik voorzitter, nou dit is wat het is. En die 800.000 mensen, nou daar kijkt de VVD de komende periode in ieder geval niet meer naar om. Vermans. Voorzitter, ik luister naar de vraag van mevrouw Marijnissen. Dan moet zij ook luisteren naar het antwoord dat ik geef, ook aan de heer Klaver. Want ik heb gezegd dat ik alles wil doen om mensen in armoede daaruit te halen of daarbij te helpen. Ik vind het goed en ik steun dus ook het pakket dat het demissionaire kabinet heeft neergelegd om de mensen met die laagste inkomens te helpen. Ik vind ook dat wij het fundamentele debat moeten voeren over hoe hebben wij nou precies onze belastingen, onze kortingen, onze algemene heffingskortingen, noem het allemaal op, hoe hebben we dat precies ingericht? En loont het nou als je werkt of als je meer uren gaat werken? En hoe werkt het minimumloon daar precies op in? Moet dat nog verder verhogen? Ja, zeggen wij in ons verkiezingsprogramma. Maar dit vergt wel een fundamenteel debat en een aantal fundamentele keuzes. Ook in hoe je dat gaat betalen. En ik vind dat niet wat we nu even vandaag en morgen hapsnap moeten doen. Ik vind wel dat we goed moeten kijken met elkaar. Wat kun je nou voor 2024 nog doen? En daar sta ik voor open. Daar ben ik toe bereid. Maar daar zeg ik wel bij. Het komt naast wat we doen voor de laagste inkomens, vinden wij dat er ook iets moet gebeuren voor die hele grote groep mensen in Nederland die dat hele normale inkomen verdienen en die ook aan het einde van de maand denken, moet ik interen op mijn spaargeld? Moet ik gaan bezuinigen? Krijg ik het nog wel rond? De heer Paternotte, D66. Voorzitter, u begon met zeggen tegen VK, dank voor uw laatste algemene beschouwing. Maar laten we ook even wel zijn, als de volgende formatie net zo lang duurt als de vorige, dan zitten ze er allemaal nog gewoon volgend jaar. Dat is ook waarom mijn fractie heeft gezegd. Wij zijn heel erg bang voor stilstand. We vinden dat deze Kamer het werk moet doorzetten de komende tijd. En dat we niet allemaal dingen taboe moeten verklaren, blokkeren. Dat noemen we hier controversieel verklaren. En ja, liberalen weten dat je mensen zoveel mogelijk vrij wil laten, maar dat sommige mensen de overheid nodig hebben. En daarom heb ik een vraag voor mevrouw Hermans. Waarom wilde de VVD al het gehandicaptenbeleid blokkeren? Mevrouw Hermans. Voorzitter, als een kabinet de conclusie trekt dat het niet meer lukt om op een groot probleem in Nederland tot een oplossing te komen. En daarmee zegt wij stoppen, wij gaan naar de kiezer en gaat demissionair verder. Dan is het goed gebruik hier in de Tweede Kamer dat we met elkaar kijken wat zijn nu de wetten, de voorstellen waar we nog wel over met elkaar in debat gaan en waar niet over.
Die afweging is in de verschillende procedurevergaderingen zorgvuldig gemaakt. Daarbij kijk je ook naar wat wil een kleinere minderheid. Dat drukken we niet zomaar met een meerderheid iets met elkaar door. En daar zijn afwegingen over gemaakt in de procedurevergadering Volksgezondheid. En ik neem aan dat dit gaat over voorstellen waar echt iets fundamenteels onder ligt, waarvan we zeggen, ja, dat kun je beter doen na de verkiezingen 22 november. Wat wie niet wegneemt, dat ook de volksgezondheid en alles wat daarop moet gebeuren en kan gebeuren in de komende periode door moet gaan. De heer Paternotte. Ja, voorzitter, mevrouw Hermans heeft 7 van haar Kamerleden naar die vergadering gestuurd om te zeggen, het gehandicaptenbeleid, nee, dat mag niet door, dat moet controversieel. En dat ging bijvoorbeeld om een plan van notabene minister Helder, die zegt dat gehandicapten dan niet elk jaar opnieuw hoeven te bewijzen dat ze gehandicapt zijn voor herindexatie, herindicatie. En het ging bijvoorbeeld om dat we openbare gebouwen, dat we die verplicht toegankelijk gaan maken voor gehandicapten. Ik noem even 2 voorbeelden. Waarom moest dat van de VVD op stil? Waarom moest dat geblokkeerd worden? Van Hemmels. Voorzitter, we kunnen nu procedurevergadering voor procedurevergadering gaan langslopen welk voorstel wel dan, al dan niet om welke reden controversieel is verklaard. Dat kunnen we doen. Maar ik had het in mijn inleiding ook over het punt, laten we niet al onze procedures en spelletjes hier gaan uitlichten. Maar ik ga u antwoord geven op uw vraag. Ik vind het herindiceren voor mensen met een handicap, zeker ook kinderen met een handicap, die onder de jeugdwet hiermee, de jeugdzorg moet ik eigenlijk zeggen, mee te maken hebben, vind ik een serieus probleem. Sterker nog, kijk even naar voorzitter, toen wij samen nog woord voor de zorg waren, hebben we hier ook heel vaak vragen over gesteld en een aantal voorstellen voor gedaan. Ik vind ook het gehandicaptenvervoer een ongelooflijk belangrijke voorziening die we hebben in Nederland, juist om te zorgen dat mensen met een beperking of naar school kunnen of naar lichte vormen van werk of dagbesteding of wat dan ook, om op hun manier en naar hun vermogen een bijdrage te kunnen leveren en mee te kunnen doen in deze samenleving, omdat dat zo belangrijk is. Dat wij nu ook zeggen, ja, sommige voorstellen daarvan zeggen we, die zijn zo fundamenteel en cruciaal, daar vinden wij, daar moet een nieuwe Kamer in een nieuwe samenstelling over besluiten. Ja, dat kan ook een afweging zijn, maar dat doet niets af aan het belang van het onderwerp. Tot slot, de heer Paternotte. Ja, voorzitter, ik vind het echt geen begin van een antwoord. Als je 7 van je Kamerleden op pad stuurt om te zeggen, hier mag niet meer over gepraat worden, hier moet op ministeries het werk compleet komen stil te leggen. Dan zeggen, ja, dan kunnen alle procedurevergaderingen aflopen. Dit gaat om heel veel Nederlanders die gehandicapt zijn, voor wie het ontzettend belangrijk is dat we ervoor zorgen dat ze niet elk jaar opnieuw hoeven te bewijzen dat wat ze hebben, dat ze dat hebben. En dat daar een wet voor ligt die dan niet door zou mogen van de VVD. Ik vind het echt niet goed. En ik vind het ook tekenend voor, ja, een cultuur waarin je eigenlijk geen argumentatie hoeft te geven voor stilstand. Dat mevrouw Hermans daar geen antwoord op heeft. Ik zou er toch nog willen vragen, wat was nou de reden dat dat van de VVD niet door mag? Voorzitter, wij gaan op 22 november naar de stembus. En de heer Paternotte heeft gelijk. Dat betekent niet dat problemen stilstaan of dat het land niet verder gaat in die periode. Sterker nog, dat beklemmende gevoel waar ik het in het begin over had, dat die middengroepen nu hebben van, kan ik aan het eind van de maand mijn rekeningen nog wel betalen? Dat gevoel, dat gaat niet op pauze tot 22 november. En Poetin, die houdt zijn leger en zijn spionnen en zijn hackers niet werkloos in het Kremlin tot 22 november. En een mensensmokkelaar, die laat zijn bootje niet liggen ergens voor de kust van Afrika, totdat hier de formatie gestart is. Die problemen gaan allemaal door en die problemen die moeten we fixen. Sst. Ja. Mevrouw Hermans is aan het woord. En die problemen moeten we fixen. En datzelfde geldt voor een aantal grote vragen in de zorg en in de sociale zekerheid, in de financiën, in hoe we ons belastingstelsel hebben ingericht zodat werken loont. Maar er is ook een aantal vragen dat dermate fundamenteel van aard is dat wij het logisch en ook democratisch vinden dat we nu op 22 november eerst de kiezer laten spreken. De heer Hermans, ja. Ja, 21. Ja. Dank u wel. Minister Adriaanse zei in augustus, volgens mij was het op 19 augustus, in aanloop naar Prinsjesdag, we zullen inderdaad voor de keuze komen te staan als kabinet om te bezuinigen of de lasten te verzwaren. En ze zei, mijn voorkeur heeft zeker niet om nog meer lasten te gaan verzwaren. Wat we lezen in de miljoenennota, en ik heb het goed gelezen, is toch weer 1,5 miljard extra belasting voor de werkende mensen in Nederland. Daarboven het eerste, de eerste schijftarief omhoog. MKB-lasten gaan weer stijgen. Kortom, die lasten gaan wel weer omhoog. En
Het is een groep die miljoenen mensen telt. Het is niet even een groep onder die miljoenen. Het zijn vele mensen die dus gaan zuchten onder de lasten die ze nu al hebben. Maar daarbij nog meer. Wat vindt de VVD daarvan? Ja, voorzitter. Ik kan het niet meer eens zijn met demissionair minister van de Economische Zaken, mevrouw Adriaanse, dat het verhogen van de lasten absoluut niet onze voorkeur heeft. Sterker nog, dat willen we niet. Wat we nu zien bij de miljoenennota die gepresenteerd is door dit demissionaire kabinet, is dat met de maatregelen die genomen worden, ook met het 2 miljard pakket, dat er een koopkrachtbeeld, om maar even dat lelijke woord te gebruiken, maar ligt waarin iedereen er een beetje op vooruit gaat. En ja, dat zouden we allemaal natuurlijk altijd heel graag meer willen. Maar ook werkende Nederlanders, gelukkig ook werkende Nederlanders, want die hebben, dat ben ik met de heer Eerpans eens, het de afgelopen jaren zwaar gehad en problemen is hiermee ook niet opgelost. Maar ook voor hen is er dus een plus volgend jaar. En dat vind ik hetgeen wat we nu moeten verdedigen vandaag en morgen. En waar we met voorstellen moeten kijken of we dat nog verder kunnen verbeteren naar volgend jaar. Ja, dat laatste lijkt mij een betere focus. Want niet alleen jaar 21, maar ook heel veel mensen uit bedrijfsleven, Jacob Von of MKB, VNO, zeggen juist die lasten worden te zwaar. En die groep is vergeten. En die groep heeft geen regelingen. En die groep heeft geen toeslagen om het einde van de maand mee te halen. Die zien hun inkomen relatief dalen, omdat die inflatie blijft stijgen. De pomp, de benzinepomp, het is de boodschappen. Op alle fronten lopen zij in de min. En ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk dat de VVD wel met veel aplomb akkoord heeft gegeven op de reparatie aan de onderkant. En dat is ook nodig. Waar blijft die reparatie aan de bovenkant? Ja, voorzitter, dat was het begin van mijn bijdrage en ook mijn reactie op de vraag van de heer Klaver. Ik vind het goed, de VVD vindt het goed en verstandig dat dit demissionaire kabinet het pakket neerlegt om de laagste inkomens gericht te ondersteunen, te voorkomen dat zij door het ijs zakken. Maar ik zeg daar ook bij dat voor de VVD daarmee wel een groep vergeten wordt. Een groep die we vaak vergeten, waarbij ook vaak de rekening is neergelegd in de afgelopen jaren. En dat is die groep werkende Nederland. Dat is die groep met dat hele normale inkomen. De verpleegkundige, de onderwijzer, al die mensen die bij het MKB, of in ons MKB moet ik eigenlijk zeggen, ons midden- en kleinbedrijf werken. En daarom zeggen wij ook in het debat vandaag en morgen, als we met elkaar kijken, is er nog wat mogelijk voor 2024? Dan moeten we ook oog hebben voor die groep en moeten we ook voor deze groep iets kunnen doen. Tot slot, de heer Eerpans. Ja, tot slot. Het punt raakt natuurlijk ook aan de betrouwbaarheid. Als je kijkt, ik bedoel, Schiphol mocht niet krimp, moest uitbreiden, toch krimpbesluit door minister Harbers genomen. Asiel, migratieprobleem. Zou er grip op gaan krijgen. Helaas zien we een dwangwet door de staatssecretaris van de VVD ingevoerd. Nu weer deze lastendiscussie. Hoe betrouwbaar is de VVD als je de hele tijd blijft zeggen A en je weigert om B te doen? Voorzitter, ik maak hier duidelijk wat mijn inzet is. Wat de inzet van de VVD-fractie is voor de algemene politieke beschouwingen voor het jaar 2024 voor Nederland. En ik zeg daar heel duidelijk bij dat als we nog iets extra's gaan doen, dat voor ons betekent, dat kan niet alleen voor de laagste inkomens zijn. We moeten ook naar die mensen kijken met die middeninkomens, die hardwerkende Nederlanders. En dan komt het ook aan op hoe gaan we dat betalen. Ik ga daar zo meteen in mijn betoog verder op in. Want de lasten verzwaren bij ondernemers, ja, dat raakt ons, dat komt rechtstreeks weer bij ons terug. Dat is niet de route die wij vinden dat we moeten gaan. De heer Van Baarle, denk ik. Ja, voorzitter. We hebben meer dan 800.000 mensen in Nederland onder de armoedegrens. Meer dan 100.000 mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank voor hun voedsel. En ik hoor mevrouw Hermans van de VVD net zeggen, ik ben er tevreden mee dat het kabinet een pakket aan maatregelen presenteert waardoor de armoede niet toeneemt in Nederland. En voorzitter, als we naar de macro-economische verkenning van het Centraal Planbureau kijken, en dat is misschien voor de VVD een detail, maar de armoede die neemt wel degelijk toe. 5.000 extra mensen die onder de armoedegrens terechtkomen met het beleid van dit kabinet. Dat lijkt misschien voor de VVD klein, maar dat zijn 5.000 mensen die onvoldoende geld hebben om mee te doen in de samenleving. En mevrouw Hermans zei net, ik zeg geen nee tegen extra dingen, maar ik zou mevrouw Hermans echt willen uitdagen om uit te spreken dat het gewoon volstrekt onvoldoende is wat we nu doen, omdat die armoede dus wel degelijk gaat toenemen. Dus is mevrouw Hermans namens de VVD bereid uit te spreken, er moet wat bij voor die kwetsbaarste groep Nederlanders, financieel. Mevrouw Hermans. Voorzitter, elk gezin in armoede is een gezin te veel. Dat vinden wij ook. En wij willen alles doen om te kijken hoe kan je dat voorkomen.
En mensen die erin zitten daar ook uithalen. Ik zei ook al, daar moeten we, kunnen we ook nog naar andere manieren kijken dan alleen maar nu extra geld. Het zit hem ook in die regelingen die er al zijn. Hoe zorgen we dat die mensen ook bij die regelingen, dat ze die ook leren kennen. Dat ze daar ook bij terechtkomen. Ook dat is niet voldoende. Het is en. Wat ik hier zeg, waar ik mee ben begonnen en waar ik zo ook nog verder op inga in mijn betoog, is dat ik vind, als wij met elkaar gaan kijken, moet er nog iets extra's gebeuren voor komend jaar, voor 2024, dan kan het niet zo zijn dat we alleen naar die laagste inkomens kijken. Dan moeten we ook kijken naar die middeninkomens die nu niet geraakt worden door het pakket van het kabinet of maar beperkt. En ik vind dat dat meer moet. En dat zal een deel van de inzet van mij, van de VVD, deze twee dagen zijn. Heer Van Baerle. Nou, voorzitter, mevrouw Hermans geeft gewoon geen antwoord op mijn vraag en dat vind ik spijtig. Het feit dat mevrouw Hermans aangeeft dat de armoede niet zou toenemen, dat is dus niet waar. Er komen gewoon 5000 extra mensen in armoede bij. En de simpele vraag die ik stel, is dat iets wat de VVD accepteert? Is het iets wat de VVD accepteert dat er 5000 mensen extra in armoede terechtkomen en zegt de VVD hier nu, we gaan niks extra's voor die mensen doen, want we weten, mevrouw Hermans die kan een mooi verhaal houden over het bereik van regelingen. We hebben een commissie sociaal minimum gehad die heeft gezegd, er moet geen 2 miljard bij, maar 6 miljard. Er moet veel meer bij om het leven voor mensen behapbaar te maken, financieel gezien. Dus is mevrouw Hermans bereid uit te spreken, we gaan het niet meemaken dat er 5000 mensen extra in armoede terechtkomen volgend jaar. Mevrouw Hermans. Voorzitter, ik heb gezegd dat elk gezin in armoede een gezin te veel is. Ik heb ook gezegd dat dit pakket wat het kabinet nu presenteert, vind ik een verstandig kabinet. Of verstandig kabinet, vind ik een verstandig pakket. Vind ik een verstandig aantal maatregelen om ervoor te zorgen dat we die laagste inkomens helpen. Maar als wij hier het debat voeren over wat moet er extra gebeuren voor 2024, willen we nog extra stappen zetten als Kamer om mensen in Nederland te helpen, dan vind ik dat we niet alleen naar die laagste inkomens moeten kijken. Ik zeg niet alleen, dus ik sluit het niet uit, maar ik zeg niet alleen. Omdat ik vind dat we anders een hele grote groep die niet geraakt worden door de maatregelen die het kabinet nu voorstellen, of maar een klein beetje, dat we die extra helpen. Tot slot. Ja, en voorzitter, wat de VVD hier dus eigenlijk zegt, is dat ze vooral extra iets willen doen voor de mensen die het al goed hebben. En niks willen doen voor de mensen die letterlijk gewoon op achteruit kachelen. Want voorzitter, iemand in de bijstand gaat er met het beleid van dit kabinet gewoon €72 per maand op achteruit. Dat is gisteren naar buiten gekomen door het Nibud. Iemand in de bijstand met een kind, die gaat er €54 op achteruit. En de groep waar mevrouw Hermans voor opkomt, waar ik ook wil voor opkomen, ik ook vind dat we iets voor de middenklasse moeten doen, die gaat er wel op vooruit. Zelfs soms met bedragen van honderden euro's. Dus waarom is mevrouw Hermans niet bereid om namens de VVD te zeggen, die groep die erop achteruit gaat op dit moment, dat accepteren we niet. En de VVD accepteert niet dat het kabinet die mensen in de kou laat staan. Ja, graag kort, want het is dezelfde vraag. De VVD accepteert het ook niet en daarom steunt de VVD ook het pakket wat het kabinet, het demissionaire kabinet, voorstelt. Maar wat u zegt, waarom wil de VVD alleen mensen steunen die het al goed hebben? Echt, alstublieft. 1 op de 5 Nederlanders, waarvan heel veel mensen met een middeninkomen, die elke dag keihard werken, of dat nou in het onderwijs is, in de zorg, bij de politie, of in een van al die MKB-bedrijven die ons land rijk is. Die mensen hebben het ongelooflijk zwaar. Die maken zich zorgen over of zij aan het eind van de maand hun rekening kunnen betalen. Of ze het rondgebreid krijgen. Die zijn in de stress over of er niet weer zo'n hoge rekening van de energiemaatschappij op de deurmat valt. Dat als de auto en de wasmachine tegelijkertijd kapot gaan, hoe ze dat in hemelsnaam, excuus als ik hier iemand mee beledig, hoe ze dat moeten betalen. Gaat u dan niet zeggen dat die mensen het al goed hebben, alstublieft. Dank u wel. Ik ben bereid te kijken wat we kunnen doen voor de mensen met de laagste inkomens. Maar zet niet die hele grote groep mensen die we nu vergeten in de kou met zo'n opmerking. De heer Dassen, Volt. En trouwens, het verzoek van de heer Omtzigt, er is een brief gekomen in reactie. Dank aan het kabinet voor de snelle reactie. De heer, en ik zeg vast tegen de heer Omtzigt, die heb ik niet kunnen lezen. Dus als hij mij daar nu een vraag over stelt. Over deze tabel. Ja, vorig jaar stond de heer Omtzigt hier met een Excel-sheet voor mijn, voor mijn neus. Ja, volgens mij niet. Nee. Maar we gaan eerst naar de heer Dassen van Volt. En dan mevrouw Bikker, de heer Omtzigt en dan de heer Baudet.
uitgang. Dank, voorzitter. Ik hoor mevrouw Hermans hier nu meerdere keren zeggen dat ze ook wat voor de middeninkomens wil doen. Want die worden eigenlijk niet meegenomen in het pakket wat voor ligt. Maar ik heb het gevoel dat ze wel meegenomen worden, alleen op een negatieve manier. En dat is, als je goed kijkt naar wat er nu voor ligt, dan is het dat inderdaad de inkomstenbelasting omhoog gaat. Dus ik vraag me af hoe mevrouw Hermans dat rijmt en of we daar nog wat aan kunnen doen. Mevrouw Hermans. Voorzitter, dit gaat over hoe het kabinet dit pakket van die 2 miljard, wat het voorstel is om hoe dat te betalen. En daar zit inderdaad iets in de aangrijpingspunten van de inkomstenbelasting. Dat betekent nog steeds dat je pas bij een hoger tarief dat hogere, ik moet zeggen een hoger bedrag, dat hogere tarief gaat betalen. Maar laten we de techniek alsjeblieft hiervan niet ingaan, want dat gaat volgens mij niemand helpen. Wat ik belangrijk vind, is dat we zien dat met het pakket wat dit kabinet neerlegt, de mensen aan de onderkant heel gericht helpen. En je ziet ook dat dat werkende, dat pensioengerechtigde, dat iedereen gaat er een beetje op vooruit volgend jaar. En ik zei het net ook al, we willen allemaal altijd meer. En we zoeken nu ook naar wat kan je nog extra doen. Het zal nooit 100% de wens zijn die we hebben. Maar ik vind wel dat die middengroepen waar ik het over had, die zich zorgen maken. Nou, u heeft alles gehoord wat ik daarover net tegen de heer Van Baarle zei. Dat we daar gericht naar moeten kijken. En dat betekent dus ook dat je kijkt naar hoe betaal je het. Hoe dek je de voorstellen die hier gedaan worden. En dat zal een van de elementen zijn die voor ons bepalend zijn in hoe we afwegen welke voorstellen er morgen liggen en wat we daarin wel en niet kunnen steunen. De heer Dassen. Ja, voorzitter, ik heb inderdaad alle mooie woorden van mevrouw Hermans gehoord. En het probleem is dat toch de inkomstenbelasting gewoon omhoog gaat. Dus dat die mensen daardoor geraakt worden. En dan vind ik het inderdaad iets te veel mooie woorden. En dan moeten we gaan kijken wat kan er inderdaad wel. En wat je ziet is dat de inkomstenbelasting omhoog gaat, omdat het kabinet zichzelf een taakstelling heeft gegeven dat er regelingen moeten worden afgeschaft om te zorgen dat die inkomstenbelasting niet omhoog wordt gegaan. Dat is een beetje techniek misschien. Maar er zijn er regelingen, zoals bijvoorbeeld de oldtimerregeling. Die wordt pas in 2028 volgens het kabinet afgeschaft. Dat is meer dan 100 miljoen. Die kunnen we al naar voren halen. En zo zijn er ook nog andere regelingen die we nu al kunnen afschaffen om te voorkomen dat die inkomstenbelasting naar beneden gaat. En ik vraag me af, is mevrouw Hermans bereid om daarnaar te kijken? Om te zorgen dat we niet doelmatige regelingen, die sowieso wel op de agenda staan om af te schaffen, nu afschaffen, zodat die inkomstenbelasting niet omhoog gaat? Mevrouw Hermans. Kijk, voorzitter, regelingen die niet werken of waarvan we gezegd hebben die gaan we afschaffen, waarvan dat besluit al genomen is en waarbij dat eerder zou kunnen, zeg ik natuurlijk niet op voorhand van dat wil ik niet of dat gaan we niet doen. Ik zeg ook niet dat zomaar elke regeling waarvan gezegd is dat die niet effectief is, dat ik die dan nu even afschaf. Maar het voorbeeld wat u noemt van de oldtimerregeling, ik kan even niet overzien wat de exacte reden is dat die pas in 2028 kan worden afgeschaft. Als dat eerder kan en dat besluit daartoe genomen is, dan ben ik uiteraard bereid om daar naar te kijken. Maar ik kan dat niet zo even nu in dit debatje aan u toezeggen. Ja. Tot slot. Nee, voorzitter, het is positief dat mevrouw Hermans daarnaar wil kijken. Want ik denk dat met alle mooie woorden die mevrouw Hermans net heeft gezegd over dat ze mensen niet door het ijs wil laten zakken, dat het nogal wrang voelt dat juist die mensen ook weer een verhoging krijgen met de inkomstenbelasting. Dus laten we er dan ook voor zorgen dat we dat gaan veranderen en kijken naar die regelingen en dat we morgen een voorstel hebben om te zorgen dat die inkomstenbelasting niet omhoog hoeft. Dank u wel, mevrouw Bikker, ChristenUnie. Ja, voorzitter, dank u wel. En ook dank aan mevrouw Hermans, ook al voor de plannen die ze neerlegt en hoe de VVD naar dingen kijkt. En ik beluister daarin zeer sterk. Voorzitter, de mannen in deze zaal die hebben een goede kerkraadsvergadering, maar ik hoor mezelf bijna als het meer. Iets zachter inderdaad kan, heel graag. Ja. Ja, we kijken allemaal naar u inderdaad. En dat in alle vrolijkheid verder, voorzitter. Dus fluister lekker verder. Maar wat ik wilde zeggen is dat ik daarin juist ook hoor van laten we rust in het huishoudboekje brengen. Ook van hele gewone gezinnen waar de tieners je de oren van het hoofd eten. Soms bijna letterlijk. En dan vind ik het belangrijk om ook te kijken en wat kunnen we daar nou precies aan doen. Ook op een manier dat daar 76 zetels of meer achter staan. En ik zou daarom mevrouw Hermans willen uitdagen, voorzitter. Ziet zij dan ook bijvoorbeeld als het gaat om het regionaal OV en de prijzen die daar stijgen. En zorg maar eens dat je kinderen vanuit het dorp in de stad naar school kunnen. En als die busprijs, die kaartjes zo stijgen dat je dat kan betalen. Of de energieprijzen, als we ook daar zien hoe mensen zich zorgen maken. Voelt zij dan met mij mee dat we ook daar zullen moeten kijken. Hoe kunnen we dat oplossen?
Ja, voorzitter. Ik had het over die stapeling van vaste lasten. Die rekeningen die elke maand binnenkomen op heel veel deurmatten in Nederland. En de energiebelasting, de energierekening is er één van. Ik heb de heer Bontebal daar ook dingen over horen zeggen in de media. En dat zou een route kunnen zijn dat we zeggen, ja, daar helpen we mensen nog een beetje extra om die druk van die vaste lasten wat te verlichten. In het vervoer, ik heb ook die brief in het openbaar vervoer gezien. En ik snap dat ook daar de prijsstijging natuurlijk bijdraagt aan dat gevoel. Wij hebben nu de keus gemaakt, of doen het voorstel van, ja, die accijnsverhoging die er nu aan zit te komen in januari, die is echt ongelooflijk fors. Terwijl er zo'n hele grote groep mensen in Nederland elke dag afhankelijk is van die auto om naar hun werk te gaan, om kinderen naar school te brengen, om naar de sportclub te brengen, om naar ouders te rijden, om boodschappen te brengen of even voor hen te kunnen zorgen. Dus dat is de keus, het voorstel dat wij neerleggen. Maar ik heb ook gehoord wat u daarover heeft gezegd, wat de heer Klaver daarover heeft gezegd in de media de afgelopen dagen. En als ik zeg dat we openstaan en moeten luisteren naar alle voorstellen, zal ik dat doen. Maar ik kom straks ook op een punt over hoe gaan we dat dan betalen. En daar lopen de gedachten wat sneller uiteen, denk ik. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, en dat is ook helemaal niet gek aan het begin van zo'n debat van de algemene beschouwingen. Maar volgens mij heeft deze Kamer vaker laten zien dat je, als je echt problemen op wil lossen, dat je het ook weer eens kan worden over zo'n dekking. En juist dan vind ik het belangrijk. Neem bijvoorbeeld Leeuwarden. Daaromheen liggen een heel aantal prachtige dorpen. Ik kreeg van meerdere mensen te horen wat het betekent als de bus niet meer rijdt. Wat het betekent dat je 's avonds niet meer kan komen in de stad, niet meer op ziekenhuisbezoek kan. En niet voor iedereen is dan die auto de oplossing. Dus ik zou het zo mooi vinden als we ook eigenlijk, wat was het, dit voorjaar het debat hadden over hoe zorgen we ervoor dat ook in de regio mensen weten, wij zijn verbonden met elkaar. Dat we dat ook heel letterlijk laten zien in ons OV. Dat daar niet het marktdenken de voorrang heeft, maar het in stand houden van busverbindingen die echt ook betekenen dat een samenleving verbonden is. En ik kijk er heel erg naar uit, voorzitter, om het dan over die dekking gewoon eens te worden. Dat is een oproep, de heer Omtzigt. Ja, dank u, voorzitter. Het gaat inderdaad om die brief die overigens gisteren al verstuurd was, maar ik had hem niet gezien. Dus dan zou het ook flauw zijn als ik aan mevrouw Hermans daarop zou overhoren, hoor. Maar daar staat het volgende in. Dat als je alleenverdiener bent en je verdient 37.500 en je gaat 10.000 euro extra verdienen, dat je daar 900 euro van overhoudt. Je betaalt 9.000 euro belasting en je haalt 900 euro over. Een marginaal tarief van 90%. Is dat de definitie van werken moet lonen? Nee, mevrouw Hermans. Nee. Dit was minder dan 80%. Dat was hoog aan het begin van de kabinetsperiode, maar is van 80 naar 90% verhoogd. En de minister van Sociale Zaken kijkt me aan. Dat komt vooral door de verlegging van het punt van de afbouw van het kindgebonden budget dit jaar. Dat was vorige keer. Snapt de VVD dat iedereen nu praat over mensen met een laag inkomen die in de problemen zitten, maar mensen met een iets hoger inkomen, als je maar 1000 euro overhoudt, als je maar 1000 euro van die extra 10.000 overhoudt, dan kom je voor geen enkele kwijtschelding meer in aanmerking. Dan kom je voor geen enkele korting meer in aanmerking. Want ja, je bent middeninkomen, 47.500 euro. Je houdt er alleen niks aan over. Wat voor boodschap heeft de VVD aan die mensen? Mevrouw Hermans. Voorzitter, dat is precies de boodschap waarmee ik hier vandaag sta. En wat ook de reden is geweest waarom ik gisteren heb gezegd wat ik heb gezegd, en zometeen ook zal herhalen over waarom wij vinden dat die accijns op benzine, die verhoging in 2024, niet door moet gaan. Omdat het precies deze groep is die we niet raken met heel veel maatregelen die ook dit kabinet nu voorstelt, maar ook bestaande toeslagen of bestaande ondersteuningsregelingen die er zijn. Maar het is wel deze grote groep waar ook een heel groot deel van ons land op draait. Die mensen, wat ik net in reactie op de heer Van Baarle zei, die aan het eind van de maand die zorg hebben of zij al die rekeningen kunnen betalen. Of dat er weer een hoge rekening aan zit te komen. Dus hier zit iets niet goed in hoe we het geregeld hebben met elkaar. En hier zit een aantal hele fundamentele keuzes over. Ik heb de heer Omtzigt daar een aantal dingen over horen zeggen bij Buitenhof. Daar moet een discussie over gevoerd worden. Maar ik vind dat niet iets wat je nu nog even in een demissionaire periode doet. Want dit moet wel in samenhang met heel veel elementen die gaan over hoe richten we arbeidskortingen in, hoe richten we onze belastingen in. Maar ook hoe betaal je het en wat heeft dat voor effect op de verdiencapaciteit van ons land.
Maar dit is in de essentie wel waar het over gaat. Ontslaat ons dat dan nu van de plicht om te kijken wat kun je doen met maatregelen om deze groep wel te helpen het komend jaar? Zeg ik nee. Maar hier zit wel, wat de heer Omtzigt hier aanstipt, zit wel het fundamentele probleem. De heer Omtzigt. Ja, er zit een fundamenteel probleem en het probleem wordt juist verergerd door het pakket van het kabinet. Dat is wat ik probeer te zeggen. En dat is niet de intentie geweest, maar we hebben het stelsel zo ingewikkeld gemaakt dat als je hier drukt, dat er daar allerlei dingen misgaan. En laat ik u zeggen, als u een alleenverdiener bent met 47.500 euro inkomen, dan kunt u volgens de Nibud-cijfers niet eens een auto betalen, dus u heeft niet zoveel aan de accijnsverlaging. Dat realiseren wij ons hier misschien niet. Maar wij hebben daar zoveel belasting op geheven op die gezinnen waar maar één inkomen is. En dat is bijna altijd onvrijwillig, omdat er een zieke partner is of zo. Want bijna iedereen die kan werken in het land, die probeert dat wel. Wat is nou de boodschap? Kent de VVD één ander land waar ze een marginaal belastingtarief van 90% hebben voor de middenklasse? Voorzitter, dit tarief, deze marginale druk is te hoog. Dus dat is, daar ben ik het helemaal eens met de heer Omtzigt. Ik ben het er overigens niet mee eens dat bij deze mensen dat zij geen auto zouden hebben of dat ze die niet zouden kunnen betalen. Nee, ze kunnen het niet meer betalen straks. Of die enorme stress die er is van hoe kan ik die auto die ik zo hard nodig heb in mijn dagelijks leven om naar mijn werk te gaan, voor mijn sociale leven, om mijn kinderen naar school te brengen, hoe krijg ik dat nog betaald? Dat is de vraag waar we voor staan en waar we voor kunnen kijken of we dat in 2024 voor mensen een beetje kunnen verlichten. Het blijft nog steeds duur, dat tanken straks, maar wel ietsje goedkoper als het ons lukt met elkaar om die verhoging niet door te laten gaan. Tot slot, de heer Omtzigt. Voorzitter, nog even. In de commissie Sociaal Minimum, wat we er ook van vinden, de auto behoort niet tot het basispakket. Dat betekent dat in de minimumnormen die we vastleggen, mensen geen auto kunnen rijden. En autorijden, dat kost een paar honderd euro per maand, zelfs als de accijnzen niet heel hard stijgen. Een derdehands auto in onderhoud, afschrijving en het tanken kost wat. Dat hebben we onmogelijk gemaakt. Vroeger was het voor een kostwinner gewoon mogelijk om een auto te rijden. Dat was geen nieuwe Mercedes, dat snapt iedereen hier wel, maar je kon gewoon een auto rijden. Dat kan niet meer voor dit gezin. Wat is nu het beleid voor die middenklasse? Want deze, om nog één keer verder te gaan, weet u wat dit gezin kan gebeuren? Als ze nog iets meer verdienen, worden ze uit een sociale huurwoning gezet, omdat ze boven de huurgrens zitten. Ze mogen geen sociale huurwoning hebben, omdat ze 1.000 euro netto meer hebben dan de rest. En dat betekent dat ze die woning van 600 euro niet meer mogen, maar de middenhuren van minister De Jonge van rond de 1.000 euro moeten gaan betalen. Doet zijn best om het betaalbaar te houden. Maar deze gezinnen zitten lager dan mensen in de bijstand. En dat lijkt niet door te dringen tot het kabinet. Dat zijn deze gezinnen met alleenverdieners, met inkomen van rond de 50.000 euro, waarvan iedereen zegt, die zijn geweldig af. En er zijn ook antwoorden op de Kamervragen geweest dit jaar, die ik constant gesteld heb, die nu onder het niveau van de bijstandbeland zijn. Wat gaan we daaraan doen? Ja, mevrouw Hemmels. Ja, voorzitter, ik vind het belangrijk om één element uit de interruptie van de heer Omtzigt er even uit te lichten voordat ik zijn vraag beantwoord. Het gaat over kunnen uit hun sociale huurwoning gezet worden. Maar ik vind het toch belangrijk, want het komt hier ook aan op de zorgvuldigheid van onze woorden. Het is niet zo dat als je in een sociale huurwoning woont, je gaat meer verdienen dan de inkomensgrens dat je uit die woning gezet kan worden. Als je op de wachtlijst staat en je zou zo'n sociale huurwoning willen en je zit boven die grens, ja, dan kan die niet meer worden toegewezen. Daar heeft de heer Omtzigt gelijk in. Dan uw vraag, wat is uw boodschap? Mijn boodschap is dat ik vind, dat de VVD vindt. En dat is ook onze inzet in ons verkiezingsprogramma. Zal ook in de campagne naar de verkiezingen een heel belangrijke prioriteit van ons zijn. Hoe gaan we er nu voor zorgen dat in dit land dat werken loont? Maar breder eigenlijk dan dat, dat we het leven betaalbaar houden voor iedereen. Voor de laagste inkomens, maar ook voor die middeninkomens. En dat vraagt een aantal lastige en fundamentele keuzes die we wel in samenhang moeten bezien. En waarvan ik het ook belangrijk vind dat daaronder een politieke samenwerking ligt van partijen die tenminste 76 zetels, maar misschien is het wel mooi als dat ook nog breder dan 76 zetels is, juist omdat ze zo fundamenteel zijn, die we met een langjarige politieke samenwerking dan ook met elkaar voor elkaar gaan boksen. De heer Baudet. Mag ik daar nog één ding op zeggen? Nee, u bent voldoende nu aan het woord geweest. We doen de interrupties echt maximaal 3. Er zijn ook nog een aantal collega's die wat willen zeggen. En we kijken nog, mevrouw Hermans was eigenlijk ook net begonnen met haar inleiding. Dus wellicht dat er straks nog vragen zijn. Dus de heer Baudet. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Democratie.
In het verkiezingsprogramma van de VVD van 2010 staat... De VVD wil de instroom van kansarme immigranten tot nul terugbrengen. Sinds 2010 heeft de VVD 13 jaar dit land geregeerd. En in die 13 jaar zijn er bijna 3 miljoen mensen naar Nederland gekomen, waaronder vele kansarme immigranten. Nu heeft de VVD opnieuw een stevige immigratieparagraaf in het verkiezingsprogramma staan. Er staat: de maatregelen moeten gericht zijn op het terugkrijgen van grip. We moeten de instroom verlagen en zorgen dat we beschermen wie bescherming nodig hebben. Waarom zou iemand in Nederland de VVD nu wel geloven? Mevrouw Hermans. Voorzitter, ik ben blij dat de heer Baudet zoveel werk heeft gemaakt van het bestuderen van onze verkiezingsprogramma's. Ik heb het bij me. Ja, heel, heel goed. En misschien biedt het u nog inspiratie. Vlak voor de zomer is dit kabinet gevallen over het onderwerp migratie. Omdat de VVD vindt dat op dit moment het aantal mensen dat naar Nederland komt te hoog is. We hebben geen grip op wie er hier naartoe komen. En we kunnen dus op die manier, daardoor ook geen bescherming geven, bescherming bieden aan de mensen die het echt nodig hebben. Met al die mensen die hier zijn, zien we... Nou ja, de beelden van mensen die slapen in het gras zijn heel, heel zichtbaar en heel tastbaar. Maar we zien ook de druk op onze woningmarkt, in de zorg, in het onderwijs. Het zijn allemaal indicatoren die laten zien waarom wij vinden dat we echt iets moeten doen aan dat migratievraagstuk. En waarom wij in juli hebben gezegd, nadat we 9 maanden lang met elkaar gepraat hadden en gezocht hadden naar oplossingen, waar het moment kwam dat wij zeiden, ja, nu gaat het toe naar een compromis of een halfbakken oplossing waarmee wij niet geloven dat je dit probleem op de lange termijn echt gaat aanpakken. En dat is geen leuke conclusie, want ik zit hier niet om een kabinet met als doel om een kabinet uit te stappen. Het doel is ook niet erin blijven zitten, het doel is problemen oplossen. Het doel is dit land vooruit helpen. En op het moment dat dat niet lukt, moet je die conclusie durven trekken. En zijn wij nu glashelder in ons verkiezingsprogramma hoe wij vinden... wat wij vinden dat er moet gebeuren om dit probleem naar de toekomst toe op te lossen. De heer Baudet. Ja, oké. Dus vindt mevrouw Hermans dan niet dat de afgelopen 13 jaar er al veel te veel mensen naar Nederland zijn gekomen? Vindt zij dat het afgelopen 13 jaar... Want er waren dus in die periode talloze meerderheden te vormen in de Kamer en ook op andere manieren, waarmee toen ook al de immigratie had kunnen worden teruggedrongen. Het ging net over de woningnood, het ging over de opgelopen kosten van het leven. Dat is natuurlijk allemaal indirect het gevolg van die massale instroom. Als je in 13 jaar tijd bijna 3 miljoen mensen naar je land laat komen, met een netto migratiesaldo van bijna 1 miljoen, dan haal je al die problemen op je hals. En mijn vraag was, waarom zouden we de VVD nu wel geloven? Want elke keer voor de verkiezingen horen we dit soort verhalen van we gaan iets doen aan de immigratie. Het gebeurt niet. De afgelopen 13 jaar immigratierecord na immigratierecord gebroken. Waarom zou de kiezer u nu wel geloven? Wat is er nu anders dan de afgelopen 13 jaar? Voorzitter, er zitten een paar totaal verkeerde aannames in het verhaal van de heer Baudet. Dat begint ermee dat er meerderheden zouden zijn om bepaalde maatregelen te nemen. Nou, die waren er niet. Ten tweede, de afgelopen jaren, ja, er zijn jaren geweest dat de instroom echt veel, veel te hoog was. Er zijn ook jaren geweest dat het veel minder was. Er zijn in de afgelopen jaren namelijk ook een heel aantal dingen goed gegaan. En ik refereer toch maar even aan de Turkije-deal uit 2015-2016, waarmee het gelukt is om die hele grote groep mensen uit Syrië die naar Nederland kwam, via Turkije naar Nederland kwam, om die onder controle te krijgen. We zien nu opnieuw een probleem van heel veel mensen die naar Nederland komen. We zien nu opnieuw dat die grip er niet is. En een van de redenen is dat Nederland aantrekkelijk is. Wij zijn aantrekkelijker dan de landen om ons heen om naartoe te komen. Dus wij vinden dat daar iets aan moet gebeuren. We hebben dat geprobeerd met de voormalige coalitie, met het, in dit demissionaire kabinet. Dat is niet gelukt. Dat neem ik niemand persoonlijk kwalijk, dat kan gebeuren, maar wij hebben wel de conclusie moeten trekken. Wij kunnen nu niet een probleem oplossen waarvan wij echt vinden dat het opgelost moet worden. U leest dat ook in ons verkiezingsprogramma, maar dat lukt niet in de samenstelling van dit kabinet en dan moet je die conclusie trekken. Tot slot, de heer Baudet.
Ja, ik vind het jammer, maar ook wel weer veelzeggend, dat ik gewoon geen antwoord krijg op mijn vraag. De VVD heeft het Marrakesh-immigratiepact ondertekend. De VVD heeft continu geweigerd om overrechts meerderheden te vinden. En sinds 2017, sinds ik in de Kamer zit, zijn die er geweest. Er is al sinds 2017 een meerderheid van partijen hier in de Tweede Kamer die in hun verkiezingsprogramma hebben staan dat ze de instroom van asielzoekers en andere immigranten echt willen indammen. En keer op keer zegt de VVD, nee, we gaan toch liever maar over links een coalitie vormen. Maar niet alleen een coalitie vormen, maar ook het migratiebeleid vormgeven. Je zou die twee zelfs gewoon uit elkaar kunnen trekken. Er is helemaal geen enkele reden geweest waarom de VVD de afgelopen 7, 8 jaar zoveel immigratie heeft toegelaten. Anders dan dat de VVD dat kennelijk goed beleid vond, dat de VVD dat kennelijk wilde. En dat is ook wat alle linkse partijen hier gewoon betogen, want zij willen die demografische transitie voortzetten. Zij willen die Nederlandse identiteit doen opgaan in een soort wereldgebeuren. Maar de VVD, en daarom dat ik het u vraag, heeft continu in het verkiezingsprogramma staan dat ze dat niet willen. Ik denk dat de VVD daarmee oneerlijk is. Ik denk dat de VVD gewoon ook een immigratiepartij wil zijn, van Nederland een immigratieland wil maken en dus nu alleen maar praatjes voor de verkiezingstijd de bühne opslingert in de hoop dat mensen er weer intrappen. Dus nog één keer mijn vraag. Als het niet zo is, overtuig mij dan. Wat is er nu anders in 2023 dan de afgelopen jaren? Ja, waarom zouden wij de VVD nu wel geloven dat men toch nu echt iets wil doen aan de immigratie, terwijl men dat jarenlang kon doen, maar het niet deed? Voorzitter, echt totale onzin dat wij hier niks aan zouden willen doen. Echt totale onzin. En ook onzin dat wij hier de afgelopen jaren niks aan gedaan hebben. Is het genoeg? Is het voldoende? Zijn we tevreden? Nee. Is niet voor niks een kabinet opgevallen. Ja, heer Eerbans. In ons... Oh, ja, ik vond eigenlijk wel een duidelijk antwoord. Ja. Nou ja, ik... Nee, het was afgerond volgens mij. Maar nee, mevrouw Hermans gaat over haar eigen antwoorden. Maar ik kan er aan toevoegen dat ik hier nog een hele reeks van wapenfeiten kan noemen. Maar kijk, de heer Baudet staat hier aan de overkant, tegenover mij, met geen enkele intentie om zich ook maar te laten overtuigen. U zegt overtuig mij, maar dat wilt u toch niet? Het zou veel... Nou, we vallen een beetje in de herhaling, dat wilde ik net zeggen. Ja, dus als u nog iets nieuws wilt toevoegen... Dan dat in ons verkiezingsprogramma haarfijn staat uitgelegd wat voor ons de inzet is, wat voor ons belangrijk is op dat hele belangrijke onderwerp van migratie. En dat probleem wat we nu zien, dat we geen grip hebben. Dat we niet weten wie er naar ons land toekomt. Dat het in aantallen gaat wat ons land niet aan kan. Kijk naar al die mensen die nog steeds in een sporthal of in een noodopvang zitten. Dat is helemaal niet de manier waarop wij mensen die hier naartoe komen zouden willen opvangen. Dus dat is niet humaan of fatsoenlijk. Ik vind dat we dat op een nette manier moeten doen. De mensen die echt bescherming nodig hebben. Maar we hebben er geen grip op. Het overkomt ons om een van de redenen die ik noemde. Wij zijn veel aantrekkelijker dan de landen om ons heen. En daar moeten we wat aan doen. Dat kan ook. Daar kunnen we nationaal dingen aan doen. En ja, daar moeten ook Europees en internationaal stappen worden gezet. Dank u wel. De heer Eerbans en de heer Paternot hebben net ook al een aantal vragen gesteld. Dus ik wil aan u vragen één vraag nog te stellen aan mevrouw Hermans. En dan wil ik echt dat mevrouw Hermans verder gaat met haar betoog. Want ze was net 1,5 minuut bezig. Ja? Dus één vraag de heer Eerbans, één vraag de heer Paternotte. En ik heb 37 minuten, hè? Ja, en u heeft ook nog 37 minuten. Dus u kijkt wat beteuterd, maar we gaan het echt zo nee, doen. Hoor. Dit kan kort. Kijk, we discussiëren nu best lang met de VVD. Maar het schiet inderdaad niet enorm op. Ik wou graag een duidelijk antwoord. Is het de VVD nu wel of niet menens om de aanstaande verhoging inkomstenbelasting, om die terug te gaan draaien? Mevrouw Hermans. Voorzitter, even dat ik de vraag van de heer Eerbans goed begrijp. Dus hij vraagt mij of ik het pakket, de voorstellen moet ik zeggen, zoals het kabinet die doet, of ik daar iets anders in ga doen. Ja. Ik heb in het begin van mijn betoog al gezegd dat ik het pakket wat het demissionaire kabinet neerlegt, de maatregelen die dit demissionaire kabinet neerlegt, dat ik die verstandig vind. Uit het oogpunt van het effect dat deze maatregelen hebben op de koopkracht. En mooier gezegd op de wat mensen daarvan merken in hun portemonnee voor iedereen in Nederland. Dus wij steunen dit pakket. Ja.
De heer Paternotte? Ik heb gezegd een brei van woorden. Want het enige wat ik wil weten is, bent u bereid om die tweede schijf dus later te laten beginnen dan nu voorgesteld? Want dat heel veel mensen met inkomstenbelasting zou dat al een zucht van verlichting geven. Voorzitter, wij steunen ook die maatregel. En ik ben het met de heer Eertmans eens. Dit is niet wat je ideaal gesproken zou doen, maar het is ook wel, het zou ook eerlijk zijn als u op een goede manier toelicht hoe deze maatregel in elkaar zit. Want door de indexatie, door de inflatie, zou dat aangrijpingspunt zou gaan stijgen. En het stijgt nu minder. Dus we halen niet geld bij mensen weg. Het stijgt minder. Nee, u zit nu nee te schudden, ja te knikken, weet ik het wel precies. Maar het komt hier ook aan. Het komt hier ook aan op als we hier met elkaar een debat voeren en kijken wat we nog extra kunnen doen om dan ook de feiten op een eerlijke manier neer te leggen. De heer Paternotte, laatste vraag. Voorzitter, eens dat goed dat mevrouw Hermans iets wil doen voor de middeninkomens. Mijn vraag is, heeft de VVD een voorstel om iets te doen voor mensen met een middeninkomen die reizen met openbaar vervoer, met fiets of met een elektrische auto? Voorzitter, in de miljoenennota heb ik gelezen, en dat is beleid ook wat deze coalitie, toen we nog een coalitie waren, met elkaar hebben afgesproken, dat ook de reiskostenvergoeding omhoog gaat. En de reiskostenvergoeding kun je inzetten voor elke vorm van vervoer naar je werk. Dus ook het OV, ook de fiets en volgens mij zelfs ook lopend. Dat vind ik goed. En wat mij betreft mag die verhoging zelfs ook nog wel verder omhoog. Maar dat is niet de keuze die wij nu maken. De keuze die wij nu maken is dat we zeggen, we moeten kijken naar die accijnzen voor 2024. En ik heb al in mijn interruptiedebat met mevrouw Bikker gezegd dat ik zie dat ook de prijs van een treinkaartje natuurlijk bijdraagt aan dat gevoel van, ja, alles wordt duurder in dit land. Net als de boodschappen, net als de benzine, net als de energierekening. Dit is de keuze die wij maken. Maar ik ga luisteren en aanhoren wat er aan andere voorstellen komt. En wat daarbij het voorstel is over hoe gaan we dat betalen. Ja, de heer Van Haga, groep Van Haga. Nee. De heer Van Haga. Voorzitter. Ja, voor. Nee, de heer Van Haga. Nee, we gaan even. Ik heb net al aangegeven één vraag en dat was hem. Ja, maar dat was een verduidelijking naar aanleiding van de opmerking van mevrouw Hermans. Nou. Voorzitter, ja, naast alle praatjes over asiel, die ook niet waar bleken, geldt het hetzelfde voor het ondernemersklimaat. De VVD heeft altijd gezegd dat ze een ondernemerspartij waren. Nou, dat zijn ze al heel lang niet meer. Terwijl het MKB de banenmotor is van Nederland. Maar nu hebben we een probleem met de bedrijfsopvolgingsregeling. Daardoor kunnen 25% van de familiebedrijven kunnen het zich niet meer veroorloven om hun bedrijf aan de volgende generatie over te dragen. Wat vindt de VVD van dit percentage? Is dit acceptabel? Want uiteindelijk was de BOR die zou verslechterd worden door dit kabinet, waardoor nog veel meer mensen hun bedrijf niet zouden kunnen overdragen. Maar nu staat in het VVD-verkiezingsprogramma, we houden de BOR hetzelfde, de bedrijfsopvolgingsregeling. Dus die 25%, is dat nou echt acceptabel? Mevrouw Hermans. Ja, voorzitter, volgens mij geeft u eigenlijk zelf het antwoord op de vraag die u mij stelt. Wij vinden die bedrijfsopvolgingsregeling een belangrijke regeling om te zorgen dat je familiebedrijven, maar het geldt nu bijvoorbeeld ook in de landbouw. We hebben het heel veel over het overdragen van landbouwbedrijven, van agrarische ondernemers aan opvolgers. En daar is deze regeling belangrijk voor. Daarom zeggen wij in ons verkiezingsprogramma ook, we willen deze regeling houden. We willen wel voorkomen dat er misbruik van wordt gemaakt. Maar ik neem aan dat u dat ook met ons eens bent. Heer Van Haga. Nederland kent een van de slechtste bedrijfsopvolgingsregelingen van de hele EU. En het feit dat het VVD zegt, wij willen deze BOR op deze manier behouden, waarbij 25% van de bedrijven dus niet kan worden overgedragen aan de volgende generatie. Dat is dan een heel raar uitgangspunt. Kijk, Belang van Nederland wil bijvoorbeeld de hele erfenschenkbelasting afschaffen. Dan ben je van dat gezeur af en dan kan iedereen zijn bedrijf gewoon aan de volgende generatie overdragen. Maar nu, met deze huidige bedrijfsopvolgingsregeling, is het zo slecht dat dat niet kan. En we zijn al aan de onderkant van de EU bezig, dus waarom heeft de VVD niet in het verkiezingsprogramma beloofd, hè, zoals veel beloftes worden gedaan, van nou, we gaan de BOR verbeteren. We gaan ervoor zorgen dat niet 25% zijn bedrijf niet kan overdragen, maar dat dat veel minder wordt. Voorzitter, in het verkiezingsprogramma schrijf je op wat je inzet is, wat je wil en wat je belangrijk vindt. En wat wij hebben opgeschreven is dat wij vinden dat de bedrijfsopvolgingsregeling, dat er een bedrijfsopvolgingsregeling moet blijven bestaan. Om de reden die ik net noemde, voor die familiebedrijven en zeker ook naar de transitie die we door moeten in de landbouw. Dat we ook zien dat er op onderdelen misbruik van wordt gemaakt. Dat moet je aanpakken. Maar nogmaals, ik denk dat u dat direct met mij eens bent. Als er manieren zijn om het gebruik of het effect
het resultaat eigenlijk, zou je moeten zeggen, van het inzetten van die bedrijfsopvolgingsregeling om die te verbeteren, ja, dan is daar met ons natuurlijk altijd over te praten. Want het gaat me niet om dat instrument is niet het doel. Het doel is dat die bedrijven op een goede manier overgedragen kunnen worden. Dat een volgende generatie gemotiveerd en met een gezonde financiële situatie dat bedrijf voort kan zetten. Juist omdat we die bedrijven zo keihard nodig hebben. Tot slot. Ja, voorzitter, tot slot. Op pagina 38 van het verkiezingsprogramma staat gewoon: we willen familiebedrijven behouden. Maar daar direct achteraan volgt: we willen de BOR intact houden op deze manier. En dat is met elkaar in tegenspraak. Dus waarom heeft de VVD daar niet neergezet? Nou, we willen de erf- en schenkbelasting afschaffen. Want dan heb je pas echt een geschenk voor de familiebedrijven. En dan kunnen familiebedrijven gewoon hun bedrijf overdragen zonder al die rompslomp. Ja, voorzitter, dit is een andere vraag. Nu vraagt u mij of ik de erfenschenkbelasting wil afschaffen. Nou, dat is een totaal andere vraag. Daarop zeg ik nee. Dat heeft u ook in ons verkiezingsprogramma kunnen lezen. Maar wat ik aan u zou willen zeggen is, laten we nou eens redeneren van wat is ons doel. En volgens mij delen u en ik het doel dat je wil dat er voor familiebedrijven in Nederland een gezonde toekomst is. Dat er voor familiebedrijven überhaupt een toekomst is om ze door te kunnen blijven geven in de familie. De bedrijfsopvolgingsregeling hebben we daar ooit voor bedacht om daar een bijdrage aan te leveren. Nu zien we dat er op onderdelen misbruik van wordt gemaakt. U zegt, hij kan misschien op onderdelen ook effectiever. Ik ben heel benieuwd. Laat ze me weten. Schrijf ze op in uw verkiezingsprogramma. Vertel ze straks in uw inbreng. Als er dingen beter kunnen, ik ben altijd bereid om ernaar te kijken. Dank u wel. Eén vraag nog voor de heer Dassen. En dan gaan we naar mevrouw Van der Plas. Ja, dank voorzitter. Als het gaat om migratie, dan wordt er vaak toch het een en ander verteld wat niet helemaal blijkt te kloppen. Ik hoorde mevrouw Hermans net al aangeven richting de heer Baudet dat ons asielbeleid een aanzuigende werking heeft. Nou, WODC heeft daarvan aangegeven dat dat niet klopt. Maar kon mevrouw Hermans net ook zeggen dat we veel aantrekkelijker zijn dan de landen om ons heen. Terwijl als je kijkt naar het aantal mensen dat wij hier opvangen, dan zitten we ergens in de middenmoot. En bijvoorbeeld veel minder dan Duitsland. Dus ik ben benieuwd of mevrouw Hermans mij hier drie voorbeelden kan geven, drie feiten waarin wij in Nederland dan aantrekkelijker zijn dan de landen om ons heen. Mevrouw Hermans. Ja, voorzitter, zeker ga ik dat doen. En dan vraag ik de heer Dassen ook om niet alle appels en peren in een fruitpan te gooien en dat dan tot één vergelijking te maken, want dat is ook niet helemaal een eerlijk beeld. Maar drie dingen die ons aantrekkelijker maken. Onze inwilligingspercentage, hoger dan in de landen om ons heen. De regels die we hebben op het gebied van nareis, minder strikt dan in de landen om ons heen. En hoe wij de voorzieningen geregeld hebben voor mensen die hier naartoe komen, is ook aantrekkelijker dan in de landen om ons heen. Ja. Mevrouw Van der Plas, BBB. Ja, mevrouw Van der Plas. Nou, die zat, mevrouw Hermans. Complimenten, hoppatee. Zo even uit het hoofd. Ja. Maar daar wil ik het niet over nee, hebben. Nee, ik zat al naar het briefje te kijken. Dat gaat niet nog een keer lukken. U zat er goed in de wedstrijd met dat interruptiedebatje. Ja. En nou ben ik ook benieuwd of u goed met mij in de wedstrijd gaat zitten. Nee, ik hoor mevrouw Hermans zeggen, ja, bedrijven zijn keihard nodig. En ik weet ook dat mevrouw Hermans dit meent. Bedrijven zijn keihard nodig, maar bedrijven die luiden wel de noodklok in Nederland. Die, het vestigingsklimaat, dat wordt hier hartstikke goed genoemd. Daar denken bedrijven heel anders over. De accijnsverhoging, daar hebben wij het over gehad. Maar nu komt is er ook door het kabinet gesteld om de 1,6 miljard investeringen in de Noord-Zuidlijn terug te trekken. Hè? De verbinding richting Schiphol. Dat betekent dat als die Noord-Zuidlijn niet wordt doorgetrokken, als die reservering daarvoor geschrapt gaat worden, dat gaat enorm groot gevolg hebben voor woningbouw in de regio Hoofddorp, die kant op. Dat gaat enorme gevolgen hebben voor het ontlasten van het spoor. Want zo'n Noord-Zuidlijn, die mensen gaan met de metro, heel veel toeristen naar Schiphol, allemaal die kant op. Kan het spoor ontlasten. Het gaat heel veel gevolgen hebben voor bedrijvigheid. Er kunnen 45.000 banen daar worden gecreëerd. Er kunnen duizenden woningen worden gebouwd. Allemaal hangt allemaal vast aan die Noord-Zuidlijn. En dit is mijn punt de hele tijd. Wij kijken de hele tijd naar kosten. Wat kost het? Oh, dat is te duur. Dat moet weg. Wat kost dit? Oh, dat kunnen we niet betalen. Dat moet weg. Maar ik wil zo graag investeren. En zeker, misschien moeten we wat meer uitgeven de komende jaren om te investeren.
Want de concurrentiepositie van bedrijven verdwijnt. We zetten Nederland echt op achterstand. En hoe staat mevrouw Hermans daarin? Durft zij, ja, er is ook geen coalitie meer, VVD kan alles doen wat ze wil. Hoe staat zij er tegenover om daar eens goed naar te kijken dat we niet dingen gaan schrappen en bezuinigen en weghalen, maar dat we gewoon die investeringen doen, juist om het land op te bouwen? Mevrouw Hermans. Ja, voorzitter, ik begrijp goed wat mevrouw Van der Plas zegt. Je hebt investeringen nodig naar de toekomst toe. Nou, we hebben vaak hier discussies gehad over investeringen in het klimaatbeleid of het stikstofbeleid. Maar laten we dat pad nu even niet opgaan. Maar u noemde het ondernemersklimaat of het vestigingsklimaat in Nederland. En als we nu kijken naar voorstellen die hier liggen, die gaan over hoe kunnen we mensen die het zwaar hebben in hun portemonnee, hoe kunnen we die een beetje helpen, dan moeten we dat ook op een of andere manier betalen. En de neiging bij heel veel voorstellen die ik nu heb gezien, ik zal daar zo ook nog wat nader op ingaan, die is om dat te betalen door de lasten voor ondernemers te verhogen. En ik denk dat daar, dat precies daar echt de onzekerheid over elke keer weer als er een debat is in de Tweede Kamer, eindigt dat in een lastenverhoging voor ondernemers, dat dat de onzekerheid is die dat vestigingsklimaat zo onder druk zet. Dat dat de verdiencapaciteit van ons land onder druk zet. Dus ik vind dat we daar vooral de discussie over moeten voeren. Hoe voorkomen we nou dat het hier altijd allemaal betaald wordt door ondernemers? Mevrouw Van der Plas. Daar ben ik het zeker mee eens. He, er ontstaat in deze Kamer een klimaat alsof ondernemers en bedrijven alsof dat grote boemannen zijn die alleen maar geld in hun zakken stoppen en die het helemaal niks interesseert hoe het verder met Nederland gaat. Maar dit zijn wel investeerders. He. Het voorbeeld wat ik net noemde bijvoorbeeld van de Noord-Zuidlijn. Daar staan mensen klaar om 3 tot 4 miljard in die regio, 3 tot 4 miljard euro te investeren. En dan gaan wij zeggen, of dan wordt er straks gezegd van ja, maar wij gaan, dat is te duur, die 1,6 miljard gaan we niet meer doen. Terwijl we, ja, dan span je toch het paard achter de wagen. En dat is ook mijn vraag, niet zozeer over de koopkracht en het verhogen van het minimumloon en dat het bij de werkgevers vandaan gehaald moet worden. Ik bedoel, daar heb ik ook mijn mening wel over. Maar dat we gewoon niet durven te investeren. Ik heb wel eens gehoord hier van, ja, maar je mag de overheid, hè, je mag ons niet vergelijken met een bedrijf. Maar als we dat nou wel eens beginnen, als we nou wel eens zo gaan denken. Een bedrijf investeert namelijk voor 10, 20 jaar. En die haalt daar dan baten uit en die verdient geld. Die verdient geld voor ons. Hè, minder bedrijvigheid, hè, minder investeringen door bedrijven betekent ook minder belastinginkomsten voor de overheid. Het geld moet wel ergens verdiend worden. En dat was eigenlijk mijn concrete vraag. Kunnen we nou gewoon eens een keer gaan kijken en durven we dit gewoon te doen? Durven we gewoon een keer te zeggen, luister eens, dat gaan we doen. We gaan investeren. We gaan investeren in de zorg. We gaan investeren in het wegwerken van de wachtlijsten. We gaan investeren in onze economie. We gaan echt investeren. Ja. En wat halen we daar dan uiteindelijk uit? En dat moet je in een langjarig plan neerzetten. We zitten hier alleen maar te lappen en pleisters te plakken de hele tijd. Mevrouw Hermans. Ja, voorzitter. Ik deel heel erg wat mevrouw Van der Plas zegt, dat je moet over de grenzen van één parlementair jaar of misschien ook wel één kabinetsperiode heen kijken voor grote opgaven die we in dit land hebben. U noemde investeringen in het spoor of de weg, die horen daar volgens mij bij. Want dat, ja, voordat die plannen überhaupt begonnen zijn, ben je vaak al één kabinetsperiode verder. Maar aan het einde van uw betoog gaat u toe naar investeren in gezondheidszorg en in sociale zekerheid. Ik zeg niet dat we daar geen geld aan uit moeten geven. Maar ik zeg wel dat dat is wel geld wat we met z'n allen op moeten brengen ook in dit land. Het moet hier ook verdiend worden en we moeten het kunnen blijven betalen met elkaar. En dan vind ik dat we discussie ook moeten hebben. Hoe is die lastendruk nu voor die ondernemers? En dan kan je niet dat één op één aan investeren koppelen, dat de weg vooruit is, dat de oplossing is. Dat doet gelukkig dit demissionaire kabinet ook en gaat daar ook mee door. Bijvoorbeeld in al die klimaatmaatregelen die we zo hard nodig hebben om dit land te vergroenen, om onze industrie, om ons bedrijfsleven te vergroenen, zodat we daar ook in de toekomst geld mee blijven verdienen, waarmee we weer die zorg en dat onderwijs en die veiligheid kunnen betalen. Tot slot, mevrouw Van der Plas. Ja, voorzitter, ik wil tegen mevrouw Hermans zeggen, ja, zodat we die bedrijven kunnen vergroenen. Er zijn gewoon heel veel bedrijven die misschien wel dreigen te vertrekken uit Nederland.
Door alle regels die erbij komen, door alle verhogingen, door alle lastendruk die erbij komen. En die bedrijven komen niet meer terug. Die bedrijven komen niet meer terug. Ik heb het voorbeeld van Bavaria wel eens genoemd. De directeur, eigenaar, familiebedrijf, hè? Die zegt van, aan wie ik vroeg van, wanneer komt u nou op het punt, hè? De heer Swinkels was dat, ja. Wanneer komt u nou op het punt dat u zegt van, weet je, ik ga de grens over, ik ga naar België. En toen zei hij tegen mij, dat die grens heb ik al bereikt. Maar ik blijf hier omdat ik vind dat we een Nederlands familiebedrijf zijn, dat we een plicht hebben ook naar onze werknemers. Maar ik kan niet garanderen dat mijn kinderen of kleinkinderen hier vertrekken. Daar praten we gewoon. Dat is één van de bedrijven. Ja. Dus we kunnen wel zeggen tegen bedrijven, ja, maar dan ga je vergroenen en zo. Heel veel bedrijven die hebben gewoon helemaal geen zin meer om in Nederland te blijven. Of trekken het straks niet meer met die accijnsverhoging. Al die busjes, MKB-busjes die op de weg zitten straks nog hogere lasten hebben. Het gaat doorrekenen in de prijzen van de producten, waardoor de burger per saldo weer het haasje is. Ja. Mevrouw Hermans, wilt u dat? Ja, voorzitter, nu gaan er een paar dingen door elkaar. Maar ik wil wat u zegt, dat voorbeeld, want u heeft dat eerder genoemd in het debat van Bavaria. Mag ik dat eigenlijk noemen of maak ik dan nu reclame? Nou, ik heb het nu genoemd. Ik heb het nu gezegd. En dat de directeur van dat bedrijf tegen u zegt, nee, ja, ik ben eigenlijk al op het punt om de grens over te gaan, maar ik blijf, want ik voel me verantwoordelijk voor dit land. Dit bedrijf is ooit gestart in Nederland en ik wil hier blijven. Ik wil voor die gezinnen in Nederland blijven zorgen voor een baan en voor een inkomen. Niet alleen vandaag, maar ook morgen en de komende jaren. Dus juist voor zo'n bedrijf, die dus ook zich verantwoordelijk voelt voor dit land en die wederkerigheid voelt voor, ik heb hier de kans gehad om mijn bedrijf te starten, groot te maken, dan heb ik ook een verantwoordelijkheid om hier te blijven en ook in de toekomst voor die banen te zorgen. Dan hebben wij dus ook een verantwoordelijkheid om te zorgen voor een stabiel belastingssysteem, dat we niet keer op keer, wat ik net zei, die belastingen verhogen. En dat is waar wij met elkaar de komende jaren de prioriteit moeten hebben. Hoe zorgen we nou, ja, dat we mensen helpen in hun portemonnee? U noemde die accijnzen, want dat knalt er keihard in straks vanaf januari. Maar dat we dat wel op een manier doen en op een manier betalen, dat we ook dat ondernemersklimaat overeind houden. Dank dat wel. We ook, dank. De directeur van Bavaria, dat hij over 2 jaar nog tegen u zegt, nou, ik stond op het punt om naar België te gaan, maar ik was hier, ik ben hier en ik blijf hier. Ik wil u nu vragen om uw betoog te vervolgen. Ja. En ook we zijn veel interrupties toegelaten. Ik wil mevrouw Ouwehand staan, die heeft nog geen interruptie gehad. Dus mocht het moment er zijn, dan geef ik haar de gelegenheid. Maar aan de anderen wil ik vragen om even de ruimte te geven aan mevrouw Hermans om haar betoog voor te zetten. Gaat u gang. Ja, voorzitter, ik heb zo bij de interrupties al een heleboel gezegd, dus ik sla een klein stukje over en ga verder bij ik ga het toch nog maar even zeggen over die 22 november en een aantal problemen die ik noemde, waarvan ik vind die kunnen niet wachten tot 22 november, omdat dat beklemmende gevoel, kan ik mijn rekening nou nog betalen, niet op pauze gaat tot die tijd. En dat gevoel zit dus bij heel veel Nederlanders met een heel gewoon salaris. En ik heb het een paar keer al gezegd in het debat vandaag en morgen, in de voorstellen die hier op tafel komen en in de weging die de VVD-fractie daarover zal maken morgen aan het eind van het debat, is dus ook de vraag, kijken we niet alleen naar die laagste inkomens, maar doen we ook echt serieus iets voor die mensen met dat hele normale salaris? En doen we ook echt iets voor deze mensen om de stress en dat beklemmende gevoel aan het einde van de maand wat minder te maken? Ik zei het ook al, dat het kabinet maatregelen neemt om de meest kwetsbare mensen te helpen. De meest kwetsbare mensen die dat nodig hebben, dat vinden we goed. Die maatregelen zijn ook goed. Maar die groep die nu buiten de boot lijkt te vallen, daar moeten we ook echt iets voor doen. Voor de betaalbaarheid van hun leven. En de discussie gaat dus nu, moet er nog iets boven het pakket waarmee het kabinet de laagste inkomens tegemoet komt? Dit is het moment, mevrouw Ouwehand. Gaat het gewoon Partij voor de Dieren. Ja, voorzitter, dank u wel. Want ik zat me de hele tijd af te vragen in de discussie. Collega's hebben allerlei vragen gesteld aan de VVD. Hè? Het kabinet heeft een commissie ingesteld die adviezen heeft geleverd over hoe we de verschrikkelijke realiteit dat 800.000 mensen in Nederland in armoede leven en hoe we de situatie voor al die mensen rond het sociale minimum nou structureel kunnen oplossen. En wat mevrouw Hermans hier steeds zegt is, ja, we kunnen niet meer doen dan nu is aangekondigd, want de middeninkomens. En dat is een beetje sleet, voorzitter, dus ik wil er eigenlijk een beetje van wegblijven om erop te wijzen dat het toch de VVD is die
toch best wel lang geregeerd heeft en dat het probleem niet nieuw is. Maar wat ik er echt fundamenteel vervelend aan vind, is dat de VVD dus de maatregelen die nodig zijn, willen we als rechtvaardig land gewoon met elkaar vaststellen, armoede accepteren we niet in een rijk land als Nederland. Dus daar is meer nodig. Dat de VVD dat af lijkt te houden, omdat ze zelf de problemen voor de middenkomers niet heeft opgelost. Dus mijn vraag zou zijn, wat let de VVD om daar veel fundamenteler te kijken en veel fundamenteler keuzes te maken? Armoede, onacceptabel in een rijk land als Nederland. Dus dat gaan we oplossen. Middeninkomens, ja, zit ook allemaal vast in al die gekke toeslagenregelingen, waardoor je die niet uitkomt. Dus waar moeten we het geld dan vandaan halen? En dan denk ik, 37,5 miljard fossiele subsidies? Begin daarmee. Ondernemersklimaat, waar we het net over hadden. Ja, ondernemingen die gewoon rechtstreeks de gezondheid van onze bevolking schaden, is gewoon afgelopen. Er is geld, maar de VVD weigert dat te halen waar het zit en doet nu net alsof het willen oplossen van de armoede, dat dat oneerlijk zou zijn voor de middeninkomens. Ja, dat kan dus niet. Mevrouw Hermans. Voorzitter, dit doet geen recht aan alle discussie- en interruptiedebatten die ik hier tot nu toe heb gevoerd. Ik heb niet gezegd dat we niks voor de laagste inkomens moeten doen. Of dat ik niet opensta of wil kijken en wil luisteren naar voorstellen die collega's doen, u misschien straks ook in uw bijdrage, om voor die groep nog iets extra's te doen. Ik heb niet gezegd dat ik armoede accepteer. Ik accepteer het helemaal niet. Integendeel, ik vind dat daar iets aan moet gebeuren. En ik vind het daarom ook goed dat er een pakket van maatregelen ligt. De discussie gaat nu over, moet er nog iets extra's? En dan zeg ik, dan vind ik, als we kijken naar iets extra's, dat we niet die hele grote groep mogen vergeten, die middeninkomens, die het ook zwaar hebben, die niet onder die definitie van armoede vallen waar u het over had, die niet in die aantallen vallen waar u het net over had, maar die net zoveel stress hebben aan het einde van de maand. Die zich net zoveel zorgen maken over, weet je, wat gaat er gebeuren als ik nog zo'n hoge energierekening op de deurmat krijg. Die voor hun werk afhankelijk zijn van die auto en denken, ja, straks in januari 20, 21 cent per liter erbij. Dat is niet niks. En ik vind dat we daar ook oog voor moeten hebben. Dat is waar ik hier voor sta en waar ik hier voor knok vandaag en morgen. Mevrouw Hand. Ja, voorzitter, dat is prachtig. Maar de VVD suggereert alsof de anderen hier in de zaal dat niet zouden willen. Terwijl er volgens mij overeenstemming is dat we armoede in Nederland niet accepteren. En het kabinet heeft nota bene zelf een commissie van wijzen aangesteld. Daar ligt een heel goed advies. En die commissie zegt, met 2 miljard kom je er niet. Volgens mij hebben we hier een brede Kamermeerderheid die gewoon wil, wat de VVD ook zegt, dat we een einde maken aan armoede. Daarnaast is er hier niemand die zegt, laat de middenkomers maar lekker over aan hun trieste lot dankzij 12 jaar VVD-beleid. Er is niemand die dat zegt. Dus je moet niet suggereren, is mijn punt, dat het een haak staat op het ander. En dan ja, moet er dus iets anders gebeuren, want we willen alle twee deze groepen helpen. Mensen rond het sociaal minimum en de middeninkomens. Ja, en wat doet de VVD dan? En daar zie ik dat de VVD niet bereid is om de keuzes te maken die gewoon volgens mij nodig zijn. Er is geld nodig. Er zijn grote bedrijven die en heel vervuilend zijn en bakken met geld verdienen. Dan zou ik zeggen, dan verwacht ik van de VVD, als je deze twee problemen wil oplossen, armoede, middeninkomens, er is geld. En waar is de VVD? Mevrouw Hermans. Voorzitter, en daar zit precies de crux. In het laatste stuk van het betoog van mevrouw Ouwehand. Er ligt een heel aantal voorstellen wat partijen in de afgelopen dagen in de krant voor een camera gedaan hebben. En er liggen ook voorstellen over hoe dat te betalen. En daar zit een bezwaar bij een heel aantal van die dekkingsvoorstellen voor de VVD. Omdat dat één op één lastenverzwaringen voor ondernemers zijn. Maar dat is heel makkelijk gezegd. En het klinkt heel sympathiek om te doen alsof het allemaal grote bedrijven zijn die vervuilen, die lawaai maken, die oneindig veel winst maken en dat allemaal in hun eigen zak steken. Maar als je de lasten voor ondernemers gaat verhogen, dan raken we ook gewoon die hele normale midden- en kleine bedrijven in Nederland die keihard werken, dag in dag uit, waar heel veel mensen in Nederland een baan hebben en hun inkomen vandaan halen. Dus pas alsjeblieft op met hier even heel makkelijk zeggen dat het wel bij die grote bedrijven met die grote winsten vandaan gehaald kan worden. Want als je er maatregelen op gaat nemen, dan kom je bij die hele normale, hardwerkende ondernemer terecht.
Tot slot, mevrouw Ouwehand. Mevrouw Ouwehand is aan het woord. Ja, voorzitter, ook weer iets wat gewoon niet waar is. De VVD doet haar eigen huiswerk niet goed. Want je kan wel degelijk een heel groot onderscheid, en dat onderscheid moet ook gemaakt worden. Ik hoorde het de minister van Sociale Zaken ook zeggen. Welke banen willen we eigenlijk in Nederland? Welke economische activiteit draagt nou bij aan bestaanszekerheid in de toekomst ook? Kijk, en de VVD is de partij die discussie niet aan wil, die daar geen keuzes in wil maken, en doet dan bij alle maatregelen die vanuit de Kamer worden voorgesteld om de grote verdieners, de grote vervuilers zwaarder te belasten, alsof we daarmee de platenzaak in de winkelstraat aanpakken. Dat is helemaal niet aan de hand. Maak onderscheid. Wat draagt nou bij aan een gezonde economie, waarbij we ook die waarden, geen armoede, middeninkomens moeten zich kunnen redden. De leefomgeving wordt niet aangetast. Mensen worden niet meer ziek van bedrijven. De belastingbetaler hoeft niet meer op te draaien voor vervuilende verdienmodellen. Kan je gewoon doen. Kijk, en daar laat de VVD het liggen en probeert aan de Kamer en aan Nederland wijs te maken dat zij het opnemen voor zelfstandige ondernemers, terwijl ze gewoon de grote vervuilers aan het beschermen zijn, en doet ook alsof de armoede niet goed op te lossen is, want ja, de middenkomers ook. Je weigert om de keuzes te maken om de geld te halen daar waar het zit, zonder dat het ten koste gaat van burgers, en probeert Nederland een heel ander verhaal voor te schilderen. Ja, weet je, ik denk dat iedereen daar doorheen prikt, en ik wilde daar even de vinger op leggen. Als dit de VVD is met wie we de komende 2 dagen zaken moeten doen, dan denk ik niet dat de problemen worden opgelost. Mevrouw Hermans. Voorzitter, de vraag wat draagt nou bij, wat is de economie van de toekomst? Misschien moet ik het zo omschrijven. Dat is een hele relevante vraag. En daar zegt de VVD, zeggen wij ook een aantal dingen over in ons verkiezingsprogramma. Het gaat over een economie die innovatief is, waar vergroening plaatsvindt. En bedrijven die wederkerigheid laten zien, waar ik het net met mevrouw Van der Plas... Waar ik het net met mevrouw Van der Plas over had. En dat gaat dus over keuzes maken. Dat heeft ook een effect op wat voor banen heb je hier dan straks in de toekomst. Dit zijn wel hele fundamentele keuzes. Waarvan wij zeggen, ja, die daar hebben we allemaal opvattingen over. Die schrijven we in ons verkiezingsprogramma. Daar gaan we campagne mee voeren. Daar gaan we de boer mee op de komende periode. En de kiezer gaat op 22 november een keuze maken. En daarna zullen we, in welke coalitieonderhandeling er dan ook plaats gaat vinden, zal dit een belangrijk onderwerp moeten zijn. Maar het is wel dermate fundamenteel dat ik niet vind dat je dat nu even vandaag en morgen kunt regelen. Ontslaat ons dat van de plicht om te kijken wat kun je wel extra doen volgend jaar? We mogen de middeninkomens niet vergeten. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet zeg dat er helemaal niks kan voor de laagste inkomens. Ik zeg wel dat ik vind dat er al een goed pakket ligt. Dan tot slot, wat u zegt over grote bedrijven en hen meer belasting laten betalen. Laten we ook niet doen alsof dat niet gebeurd is de afgelopen jaren. De VPB, de vennootschapsbelasting, is gestegen, zowel het lage als het hoge tarief. En we hebben een solidariteitsbijdrage gevraagd aan de energiemaatschappijen om het energieplafond, om mensen in Nederland te kunnen helpen met het betalen van hun energierekening. Dus alsjeblieft niet doen alsof we dat nooit doen. Dank u wel. U vervolgt nu uw betoog. Ik laat nu even geen interrupties meer toe. Maar wel aan het einde natuurlijk als daar nog vragen zijn. Ja. Gaat u verder. Ja, voorzitter. In het verlengde eigenlijk van mijn laatste woorden richting mevrouw Ouwehand. Dat de voorstellen die ik gezien heb, die vooral gericht zijn op de laagste inkomens, daarom leg ik daar mijn punt van die middengroepen naast. Maar de voorstellen worden ook betaald door onze bedrijven structureel meer te belasten. En dat vindt de VVD onverstandig. Omdat je dan voorbij gaat aan het feit dat het geld ook ergens verdiend moet worden. En voorzitter, het doet ook geen recht aan de zorgen die ook al die andere mensen in Nederland hebben. Ja, dat krijg je als je zoveel interrupties hebt. Ja. Ik lees nu iets voor waarvan ik denk, dit heb ik echt al een heleboel heel vaak gezegd. U mag het overslaan. Dus ik sla het nu gewoon over. Ik wil mijn eigen woorden nog even kracht bijzetten. Misschien in wat andere woorden. Nee. Voorzitter, bovenop wat het kabinet doet, kijken wat kunnen we nou nog extra doen om die druk die heel veel mensen in Nederland ervaren aan het eind van de maand, om die wat te verlichten. En voorzitter, als u mij dan vraagt, als u de VVD vraagt, waar ziet u nu die stapeling van vaste lasten zich vooral voordoen en waar vindt u dan, VVD, dat er iets moet gebeuren, dan zeggen wij, die stijging van die vaste lasten zit hem vooral in de kosten van het autorijden, de kosten van de energierekening en de kosten van het leven met kinderen. En wij vinden
Als we gaan kijken naar een pakket met elkaar om voor 2024 nog iets extra's te doen, dat we in elk geval hiervoor met die middengroepen in ons achterhoofd oog moeten hebben. En ja, voorzitter, dit moet allemaal netjes betaald worden. En wat de VVD betreft doen we dat door geld dat nog niet is uitgegeven of nog niet besteed is te gebruiken. Zo helpen we komend jaar de mensen met de laagste inkomens en de mensen met de middeninkomens, zodat ze niet door het ijs zakken. En voorzitter, ik ga nog even door op waar het net over ging, dat betalen van deze voorstellen door de lasten voor ondernemers te verhogen. Want als we dat doen, gaan we voorbij aan dat hele belangrijke punt van onze verdiencapaciteit, van het besef dat het geld in Nederland ook ergens verdiend moet worden. En ik zei het al, het klinkt leuk en sympathiek om nu even snel wat belastingen voor ondernemers te verhogen, om zo mensen met de laagste inkomens een extraatje te geven. Extra bovenop het kabinet, wat het kabinet voorstelt. En extra bovenop waar we hier met elkaar over discussiëren. Maar ondernemers maken zich ook zorgen. Kan ik mijn rekening nog betalen? Een gewone ondernemer is niet rijk. Die werkt zich elke dag uit de naad om gewoon een salaris te verdienen. En het salaris van zijn mensen, zijn medewerkers, te kunnen betalen. Want ons geld moet ergens verdiend worden, voorzitter. Vandaag, morgen en in de toekomst. En de koning zei het gisteren uitermate treffend. In dit land gaat verdienen altijd boven verdelen. En precies daar zit de crux. Want we moeten met wat we vandaag beslissen ook nadenken over de effecten op lange termijn. Moet ik zo... Nee, u gaat verder, maar daarna is de heer Klaver en de heer Bontebal wilden ook nog een vraag. Daarna kijken we even welke vragen nog zijn, want anders komen we niet verder met uw betoog. Ja? Gaat verder. We moeten nadenken over die effecten op de lange termijn. Hoe ziet onze economie er dan uit? Want die economie die draait op al die ondernemers waar mensen werken. Waar we het geld verdienen om al die dingen te kunnen betalen die we ook belangrijk vonden. De zorg, het onderwijs, de veiligheid. Ik zei het al tegen mevrouw Van der Plas. En zomaar de belastingen voor ondernemers verhogen gaat leiden tot ondernemers die vertrekken uit Nederland. Minder banen dus. En daar worden al die Nederlanders die daar werken de dupe van. Hun baan weg betekent hun inkomen weg. En voorzitter, dan doen we nog iets anders. Dan jagen we ondernemers weg naar landen waar het allemaal goedkoper is. Waar schoon en groen produceren echt niet altijd prioriteit nummer 1 is. Willen we dat dan? En wat doet dit met onze onafhankelijkheid? Coronatijd hebben we gemerkt hoe die afhankelijkheid van mondkapjes uit China ons onzekerheid stortte. De oorlog in de Oekraïne die laat zien hoe afhankelijkheid van Russisch gas hier keihard onze energierekening raakt. Dat is ook een reden om ervoor te zorgen dat ondernemers besluiten om hier te blijven, hier en in Europa. Dus voorzitter, als je echt iets wilt doen aan het geven van zekerheid dat het leven betaalbaar is en blijft, dan moeten we dus ook kijken naar de effecten op lange termijn. En onze keuzes niet alleen op wat in het hier en nu goed voelt baseren. En dat vraagt om anders denken van ons allemaal. En die keuzes maken. Die uitwerken en daarvoor gaan staan. Samen. En dat vraagt het vertrouwen van een politieke samenwerking. Daarvoor gaan we naar de stembus op 22 november. Maar ik zei het al, we zien dus ook dat er iets moet. Want na 22 november is er niet zomaar een kabinet. En we willen 2024 niet een verloren jaar laten zijn. Wat de VVD betreft doen we dus nu iets voor al die mensen met een normaal salaris die het ook zwaar hebben. En dekken we dat we met het geld dat we voor dat ene jaar voor 2024 vrij kunnen maken. Voor de lange termijn, dus structureel, is er meer nodig. Dat weet ik, dat erken ik en dat zie ik. Maar dat is aan een volgend kabinet. Dat vraagt om keuzes die ervoor zorgen dat we het leven betaalbaar houden voor mensen en het verdienvermogen van ons land versterken. Volgens mij bent u nog niet aan het einde van de betoog. Nee, zeker niet. Maar volgens kijk, dat is de keuze die we allemaal maken om mevrouw Hermans zeg maar al heel snel te interruperen. Maar ik wil haar echt nu de kans geven om het verhaal af te maken en daarna alle gelegenheid als er nog vragen zijn. Ja? Ik ga nu wel naar een ander onderwerp. Dat wel geeft ook helemaal aan de orde geweest. Dat maar geeft ik ga helemaal naar niks onderwerp. En lokt u het niet uit. Oké, gaat u verder. Voorzitter, een ander serieus probleem waarvan de VVD vindt dat dit kabinet, ook al is het demissionair, wel door moet gaan met het oplossen ervan. En dat is, het zal u niet verbazen, migratie. Want ik zei het al, een mensensmokkelaar wacht niet met mensen op een bootje zetten met het advies om in Nederland asiel aan te vragen totdat hier een formatie gestart is. Het probleem is er nu. Kijk naar het aantal mensen dat dit jaar naar Nederland komt. En het COA had nog nooit zoveel asielzoekers in opvang. De druk op onze voorzieningen is gigantisch. De woningmarkt, de zorg en het onderwijs, ik noemde het al een paar keer.
En we zien het ook aan de miljoenennota, waaruit blijkt dat we miljarden moeten uitgeven aan die opvang. En dat moet anders. In Nederland, maar ook Europees. In Nederland hebben we geprobeerd om afspraken te maken om die instroom te beperken. Maar daar zijn we helaas niet uitgekomen. Ik vraag wel aan het kabinet, wat kunnen zij of gaan zij nu nog doen om de instroom die we nu zien, om dat in goede banen te leiden en daar waar mogelijk te beperken? En wat gebeurt er nu in Europa? Want dat ligt niet stil. In Europa ligt de opdracht, hier en nu, om illegale migratie onder controle te krijgen. Door werk te maken van betere bewaking van de buitengrenzen en het strakker naleven van de Dublin-regels. Hoe staat het daarmee? Hoe staat het met de afspraken die daarover in de Europese Raad van februari dit jaar gemaakt zijn? En Europa werkt aan het sluiten van deals met landen in Afrika. En het is goed dat het kabinet daar werk van maakt, het demissionaire kabinet. En dat ook de demissionaire premier hier zijn persoonlijke gewicht voor inzet. En nee, dit zijn geen landen die één op één matchen met onze waarden. Maar het zijn wel landen waar we afspraken mee kunnen en moeten maken. Het zijn ook geen deals die je vandaag sluit en die morgen effect laten zien. Het kost tijd. En dat het tijd kost, lijkt de VVD de allerbeste reden om daar snel mee verder te gaan. De deal met Tunesië moet worden uitgewerkt en we moeten alles op alles zetten om ook deals met andere landen te kunnen sluiten. Daarvoor moet het demissionaire kabinet zich in Brussel onverminderd blijven inzetten. En ik zou het goed vinden als deze Kamer dit demissionaire kabinet daarvoor onverminderd mandaat geeft. Sterker nog, het kabinet oproept om de versnellingen aan te brengen. En ik stel in elk geval een vraag erover aan de premier. En dat doe ik heel vriendelijk. En dan weet hij precies wat ik bedoel. Maar wat doet de premier persoonlijk om de uitwerking van deze deal te versnellen? Ja, u bent volgens mij nog niet aan het einde. Dus... Nee, maar bewaar ik dan even tot ik de laatste interrupties gehad heb. U kunt het afmaken? Ja, ik heb het nu afgemaakt. Ja? Ja. Dat is een soort cliffhanger dit. Zeker. Ja, ik word er een beetje ongemakkelijk gevoel krijg ik ervan. Nee, is niet nodig. Allereerst de heer Klaver en dan de heer Bontebal. En dan mevrouw Marijnissen. Kijk even of er nog vragen bij zijn. Komt helemaal goed. De heer Klaver. Voorzitter, ik denk dat we er echt voor moeten waken dat we de armste mensen tegenover de middenklasse zetten. En dat dreigt een beetje te gebeuren in het betoog van mevrouw Hermans. Die zijn niet elkaars tegenstander. Die moeten we allebei zien te helpen. Dat is de opgave die we nu hebben. Laten we hier geen tegenstelling creëren. En ik snap ook nog dat we moeten oppassen met wat we doen bij het belasten van ondernemers. Dat niet iedere belasting zomaar kan. Nu heb ik één hele specifieke die juist gaat over die grote ondernemers. Het gaat over het inkopen van eigen aandelen. Dat raakt niet de ondernemers waar we hier allemaal over spreken. Dit raakt al die beursgenoteerde bedrijven die dit gebruiken om ervoor te zorgen dat de aandeelhouderswaarde omhoog gaat. Dat kunnen we aanpakken. Het gaat over meer dan 1 miljard euro. Dat is geld dat we kunnen gebruiken voor die middenklasse en voor die armste groepen in Nederland. Bent u bereid om op dat punt wel te bewegen? Voorzitter, ik heb dat voorstel gezien van de heer Klaver. En toen ik dat voorstel zag, moest ik zelf denken aan de discussie die we hier denk ik vorig jaar gehad hebben naar aanleiding van de hoge winsten van Shell. En die dat niet investeerden in verduurzaming, maar daarmee wel eigen aandelen opkochten. En ik heb toen denk ik eenzelfde gevoel gehad van hoe zit dit en hoe kan dit en hoe werkt dit? Overigens niet een bedrijf dat nog in Nederland zit, maar goed, dat daar gelaten. Dus ik snap hier ergens het ongemak. Wat ik alleen lastig vind om nu te overzien, is hoe grijpt deze maatregel exact in dat hele ondernemersklimaat en dat vraagstuk van verdienvermogen. Ik gooi helemaal niet op voorhand overal allerlei deuren voor dicht, maar dit is wel een vraag die ik heb, die ik zelf zou willen stellen in de bijdrage van de heer Klaver. Dus dat ga ik ook doen straks. Omdat ik wel echt vind dat we iets wat een gevoel is waar iets geks aan zit, wat ik dus wel ergens deel met de heer Klaver, niet tegelijk het kind met het badwater weggooien moet zijn dat we daarmee diep in dat ondernemersklimaat in ons land ingrijpen. De heer Klaver. Voorzitter, op deze manier wordt het heel moeilijk om hier besluiten te nemen. Want het is namelijk onze taak om een oordeel te hebben over al die verschillende politieke keuzes die we kunnen maken. En dat is helemaal niet alleen gevoel. Dat heeft gewoon te maken met wat voor type bedrijven wil je in Nederland. Wil je bedrijven die investeren in hun werknemers, in de toekomst van hun bedrijven, of die aandelen opkopen om hun aandeelhouders te spekken? Dat vraagt om een politiek oordeel. En ik hoor dit nu al een paar keer. Ja, wat gaat er precies gebeuren met het minimumloon? Hoe werkt dat? Wat gebeurt er als we de lasten voor het bedrijfsleven verhogen?
Dat is onze taak om daar een afweging in te maken. En ik heb nu een tijd naar u geluisterd. En eigenlijk zegt u, ja, ik moet het afwegen wat het betekent. Maar wat is uw oordeel? In uw verkiezingsprogramma schrijft u op, we moeten het minimumloon zo snel mogelijk verhogen. Dat kunnen we doen per volgend jaar. U heeft het er ook over dat we eerlijk belasting moeten heffen. Ik geef u een belasting waarvan ik zeg, dit is een hele eerlijke manier om belasting te heffen bij het grote bedrijfsleven. Bent u daar in staat? En de vraag die hieronder ligt is de volgende. De toon van de VVD is wel veranderd en het gaat plotseling over bestaanszekerheid. Maar u stelt nog steeds hetzelfde voor op deze manier als in al die vorige verkiezingsprogramma's en al die vorige politieke beschouwingen die we hebben gehad. Dus kunt u nou aangeven of u nou bereid bent om toch die stap te zetten op dat minimumloon, maar ook specifiek op het toch wat iets meer belasten van het grote bedrijfsleven? Mevrouw Hermans. Voorzitter, er ligt een aantal hele fundamentele keuzes voor in en voor Nederland. En die gaan over hoe richten we ons belastingstelsel in. Wat betalen ondernemers, maar ook wat zien mensen in Nederland. Of je nou een laag inkomen of een middeninkomen hebt of een hoog inkomen. Wat zie jij daarvan terug in je portemonnee? Dat is een heel samenhangend geheel, een heel samenhangend stelsel van regels, van afspraken, van tarieven, van aangrijpingspunten. Nou, het is allemaal al voorbij gekomen. En ik vind dat we dat dus ook in samenhang moeten bezien. Het minimumloon hoort daar ook bij. Dus ik vind dat dit soort fundamentele keuzes gemaakt moeten worden door een nieuw kabinet nadat de kiezer op 22 november gesproken heeft. Daarmee zeg ik niet, nee meneer Klaver, want u probeert nu een tegenstelling tussen u en mij te maken die er niet is. Want ik heb helemaal niet in dit debat gezegd dat dat niet betekent dat we niet ook iets voor 2024 moeten doen. De vraag is alleen, wat doe je en welke groepen bereik je daar precies mee? Ik heb niet gezegd het is of de laagste inkomens of de middeninkomens. Ik heb gezegd, we mogen die middeninkomens niet vergeten. Dat doen we hier heel vaak en heel snel. En het tweede is, de manier waarop we betalen. Daarbij vind ik dat we ook oog moeten hebben voor de verdiencapaciteit en het ondernemersklimaat in dit land. Dat is wat ik zeg. En u doet nu een voorstel voor een belasting bij een bepaald type bedrijven. Ik kan daar niet zo even 1, 2, 3 de effecten van overzien. Die wilde ik u vragen. Waarom zou ik u die vraag niet mogen stellen. U staat hier ook om mij allerlei vragen te stellen, dus dat ga ik zo meteen ook gewoon doen. En is het aan ons om de afweging te maken? Vinden wij dit nu in de balans? Doen we iets voor die laagste inkomens? Doen we iets voor die middeninkomens? En houden we ook de verdiencapaciteit van dit land op lange termijn op peil? Tot slot, de heer Klaver. Voorzitter, ik kijk uit naar dat debat en naar de vragen die u voor mij heeft. Maar het gaat hier wel over iets fundamenteels en ook over waar ik wel bang ben dat er een tegenstelling zit. En als ik het mis heb, dan hoor ik het graag. Maar zojuist hoor ik u zeggen, voor 2024 kunnen we een aantal dingen doen. Dat doen we eigenlijk incidenteel. Omdat die fundamentele keuzes door een nieuw kabinet gemaakt moeten worden. En daar ben ik het niet mee eens. Het kabinet is demissionair, maar deze Tweede Kamer niet. Al die zaken waar we nu over spreken, daar zijn zulke stapels rapporten over geschreven die de Kamer zelf heeft gevraagd om er werk van te maken. Het verhogen van het minimumloon, het eerlijke belasten van winst en vermogen. Dat zijn allemaal adviezen die er liggen, waarvoor we niet hoeven te wachten op het nieuwe kabinet. Maar waarvan ik vind dat deze Kamer, die gewoon nog volop in bedrijf is, daar nu stappen in moet zetten. En dat is volgens mij waar wij verschillen. U zegt, ik wil best iets doen, incidenteel weer pleisters plakken voor volgend jaar. En het voorstel wat wij hier proberen te doen is zeggen, laten we nou een eerste stap zetten op weg naar het fundamenteel aanpakken van die grote ongelijkheid in Nederland en die bestaanszekerheidscrisis. En volgens mij zit daar een verschil. Als dat niet zo is, dan hoor ik het graag. Mevrouw Hermans. Het verschil zit hem niet in dat wij niet voor de lange termijn problemen willen aanpakken. Of als je voor de langere termijn of structureel iets kan doen, dat je dat zou moeten doen. Het verschil zit hem erin, hoe betaal je die structurele maatregelen of de structurele voorstellen die u doet. En als die dat effect hebben op de verdiencapaciteit, op het ondernemersklimaat in dit land, waar ik bang voor ben, ja, dan vind ik niet dat we dat eventjes hier zo in 2 dagen moeten doen. Dan vind ik dat dit echt een fundamentelere discussie vraagt. En ja, meneer Klaver, ja, u kunt proberen een tegenstelling te maken of mij een verwijt in de schoenen te schuiven dat ik iets niet zou willen. Ik wil een heleboel. Ik wil heel veel, heel graag en ik wil heel veel problemen graag oplossen. Maar de realiteit is ook dat wij op 22 november verkiezingen hebben. Dat er op 22 november heel veel Nederlanders, ik hoop nog veel meer Nederlanders dan 2,5 jaar geleden, naar de stembus gaan om hun stem uit te brengen. En dat ze dat doen op basis van de verhalen die wij allemaal aan Nederland gaan vertellen in de komende periode over hoe wij de toekomst van dit land voor ons zien. En dat zij daar een keuze op maken en dat wij daarna, in welke coalitiesamenstelling dan ook, met elkaar in discussie en debat gaan over wat de langetermijnplannen voor dit land zijn. Heel kort nog. Voorzitter, tot slot. Ik heb hier echt grote problemen mee. Meer dan een jaar formeren.
anderhalf jaar ruzie maken in een kabinet, het dan laten vallen over vluchtelingenkinderen die u niet wil laten samen zijn met uw ouders, en vervolgens zeggen, we moeten wachten op een nieuw kabinet voordat we de fundamentele problemen voor Nederland kunnen aanpakken. We hebben geen tijd. Er was misschien ooit een tijd waarin we zeiden, een kabinet is demissionair, we wachten op de volgende verkiezingen. Er is geen tijd. Het water staat mensen aan de lippen in Nederland. Ze houden het niet meer vol. En dat betekent niet dat we nu incidenteel weer een beetje pleisters moeten plakken voor volgend jaar, maar moeten doorpakken. Een minimumloon verhogen, zorgen dat het openbaar vervoer betaalbaar blijft. De sociale zekerheid eerlijk maken. Dat is aan deze Kamer. Zij zijn demissionair. Zij zijn afgetreden. Wij niet. Deze hele Tweede Kamer niet. Wij 150 niet. En dat is waar ik u op aanspreek. Mevrouw Hermans, ik vind dat wij in dit parlement nu de stappen moeten zetten die nodig zijn om Nederland klaar te maken voor de toekomst. Okay. En u kunt wachten, maar dat gaan wij niet doen. We gaan niet wachten tot die verkiezingen om de volgende stappen te zetten. Mevrouw Hermans. Voorzitter, pleisters plakken slaat echt als een tang op een varken. U heeft mij horen zeggen dat ik vind dat we voor volgend jaar die accijnsverhoging moeten tegengaan. Dat ik vind dat we moeten kijken of het mogelijk is om de energiebelasting te verlagen. Kijken wat we kunnen doen met de kinderbijslag om gezinnen met kinderen die het zwaar hebben te kunnen helpen. Dat vind ik. En dat is niet zomaar even iets kleins doen. Dat is echt iets doen voor een zorg die mensen nu op dit moment hebben. En tegelijkertijd zien we dat er onderliggend veel grotere vraagstukken zijn. Ja, en daar moet een antwoord op komen. En snel. En ja, u heeft helemaal gelijk. De formatie heeft lang geduurd. Dat is zo. En we hadden liever niet gewild dat het kabinet zou zijn gevallen. Maar je moet ook de conclusie durven trekken dat als je een groot probleem niet opgelost krijgt, als het niet lukt om met een kabinet vooruit te komen, dat het stopt, dat het over is. Dat is de conclusie die voor de zomer is getrokken. En doe dan niet alsof wij een conclusie dat wij kinderen in oorlogsgebieden willen laten zitten. Want daar ga ik toch ook nog echt een keer wat over zeggen. Er is helemaal niets van waar. Dat is echt de grootste onzin op aarde. Dank u wel. Eerst de heer Bontebal, CDA, dan mevrouw Marijnissen. En dan de heer Paternot en dan mevrouw Cunham. De heer Bontebal gaf een teken dat hij wilde interruperen. Dank voorzitter. Ik wil even terug naar het voorstel wat de VVD met een aantal andere partijen heeft gedaan om de accijnsverlaging te gaan organiseren. Op zich hebben wij er als fractie sympathie voor. Als je kijkt naar grenseffecten, de grote verschillen die er met andere landen gaan ontstaan. Duitsland, dat wordt wel erg fors. Tegelijkertijd heb ik er ook wel een paar vragen bij. Het zijn met name toch de hogere inkomens die hier het meeste van gaan profiteren. Factor 3 meer, laat de ING zien. Daarnaast zit er in het voorstel weinig voor het regionale OV. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen in de regio die gewoon het OV gebruiken. Ik ben een beetje op zoek naar de mentale ruimte bij mevrouw Hermans, bij de VVD, om nog op dit voorstel te bewegen qua maatvoering. En dan zou ik ook gelijk willen weten van waar zit de dekking nou precies en zit daar nou nog bewegingsruimte bij de VVD? Mevrouw Hermans. Ja, voorzitter. Wij hebben gekeken naar waar zit nu voor die grote groep Nederlanders die ik al een paar keer genoemd heb met dat gewone salaris, waar zit nou de druk? En dat zit ook aan de kant van het autorijden. Die kosten van het autorijden die echt stevig omhoog gaan straks per januari. U noemde zelf wat voorbeelden ook in de regio, waar mensen afhankelijk zijn van die auto. Daar willen wij heel graag iets voor doen. En ja, ik zie ook die kosten in het OV toenemen. Dus ik heb ook al in een debatje met mevrouw Bikker gezegd, het is niet zo dat ik dat niet belangrijk vind, maar in de politiek is het ook keuzes maken. En wij hebben gezegd, nou, dit is nu de keus die wij maken, het voorstel dat wij doen. Maar nogmaals, de VVD-fractie heeft 34 zetels, dat zijn er geen 76, dus daarmee is dit niet geregeld. Dus we zullen in open debat met elkaar moeten kijken, wat kan er, wat is er mogelijk. Dan over de dekking. Daarvan zeggen wij, regel dit nu voor 2024. Daarmee gaat het om incidenteel geld. Is nog steeds veel geld, ben ik ook direct met u eens. En kijken we naar waar zit nou een niet besteed geld, wat dus nog er nog ligt, wat nog niet ergens is uitgegeven. Dus we hoeven het niet ergens weg te halen, wat we hiervoor kunnen gebruiken. En ik zie dan in de media voorbij komen onder andere het groeifonds. Dat zou een optie kunnen zijn, maar als daar andere opties voor zijn, sta ik daar absoluut voor open. De heer Bontebal. Ja, maar dan verwacht ik eigenlijk wel dat er bij dit voorstel dan wel iets van een dekking gaat komen. Absoluut. Want we zitten natuurlijk allemaal te kijken naar potjes geld die vrijvallen. En daar hebben we dan allemaal wel ideeën bij hoe je dat kunt besteden. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat als u met een concreet voorstel komt waar echt bedragen aan vasthangen, dat daar dan ook een dekking bij zit en dat die ook gespecificeerd is naar waar het dan precies uitkomt. Want het groeifonds, dat hoor ik.
Dat is natuurlijk eigenlijk ook wel voor andere dingen bedoeld. Is er ruimte bij de VVD om in de maatvoering zodanig iets te doen dat er daarmee geld vrijgespeeld wordt voor het regionale OV? Of zegt u, ja, dan ga ik kijken naar de voorstellen van de andere partijen. Hè? Dus bakt u het in uw eigen voorstel in of gaat u meeliften op de partijen die op het gebied van de regionale OV met iets komen? Nee, ik zei al, ik ben de tweede spreker en er komen er nog 19 na mij met ongetwijfeld ook 17. Allemaal voorstellen. Wat zeg je? 17. 17. Met veel voorstellen. Uzelf vermoed ik ook maar zo, naar aanleiding van wat ik u heb horen zeggen in de media. Dus ik ben bereid daar breder naar, in bredere zin naar te kijken. En ja, ik vind ook, dus dat zal ik zelf ook doen als ik met een voorstel kom, dat natuurlijk goed en fatsoenlijk gedekt is. Dat geldt dan ook voor al die andere voorstellen, waarbij niet elk dekkingsvoorstel dat ik voorbij heb zien komen, laat ik het voorzichtig zeggen, direct op applaus bij ons kon rekenen. Tot slot. Ja, heel kort, concreet. Gaan we dat dekkingsvoorstel de komende uren zien? Want ik heb inderdaad een voorstel gedaan. Daar heb ik een hele concrete dekking bij gegeven. Dat vind ik netjes en solide. Maar ik heb dit voorstel van dit, of de dekking van dit voorstel nog niet gezien. Ja. En als ik daar iets van ga vinden en of we willen een totaalpakket maken, dan moeten we wel ergens die dekking gewoon op papier hebben. En die heb ik nog niet gezien. Ik zeg u toe dat wij het voorstel wat wij uiteindelijk neerleggen, dat ik dat laat zien wat daar ook de dekking bij is. Ja. Mevrouw Marijnissen, SP. 10 miljard komt er extra binnen daar dit jaar, omdat grote bedrijven zo ontzettend veel winst maken, zonder dat er maar een cent aan die belasting is verhoogd, komt er 10 miljard extra binnen alleen al dit jaar. Dus als mevrouw Hermans nog een suggestie zoekt voor een dekking om iets aan de energierekening te doen, dan zou ik graag die 10 miljard hier willen pitchen. Maar mijn vraag gaat over iets anders, die gaat over de zorg. Sinds het presenteren van het regeerakkoord verzet de SP zich tegen de bezuinigingen die daarin stonden op de ouderenzorg, met name op de verpleeghuizen. Het is goed nieuws, dankzij de acties van zorgverleners, dat nu een deel van die bezuinigingen inderdaad van tafel gaat. Want dat kan echt niet, de tekorten zijn al gigantisch. Mijn vraag aan mevrouw Hermans is, kunnen wij vandaag regelen, afspreken, dat die gehele bezuiniging op de ouderenzorg, dus op onze verpleeghuizen, dat die van tafel gaat en dat wij kiezen voor het investeren en het weer opbouwen van onze zorg? Mevrouw Hermans. Voorzitter, ik begin even met een aanname in de interruptie van mevrouw Marijnissen. Dat de extra VPB-inkomsten gewoon komen door alleen maar hogere winsten en dat er geen tariefsverhoging was. Die was er wel. Per januari van dit jaar is het lage VPB-tarief van 15% naar 19% gegaan. Dan uw vraag over de zorg. Ik denk dat het goed is dat dit kabinet, de demissionaire kabinet, besloten heeft om die bezuiniging voor komend jaar on hold te zetten. Ik ga nu niet zeggen dat ik dat vind dat we dat ook voor de komende jaren moeten doen. Omdat ik ook zie dat het vraagstuk in de zorg, hoe houden we dat bereikbaar en toegankelijk voor iedereen die zorg nu nodig heeft of in de toekomst. Dat gaat ook lastige keuzes vragen. Niet leuk. Maar wel nodig om de zorg ook voor onze kinderen en kleinkinderen overeind te houden. Mevrouw Marijnissen. Nou, niet leuk. Vooral niet leuk voor ouderen en voor mensen die in de ouderenzorg werken. We hadden een meldpunt als SP. Vorige week waren hier ook zorgverleners in actie. En dan hoor je gewoon dat er ouderen zijn die op de grond vallen in het verpleeghuis 's nachts. En dat er gewoon te weinig personeel is om mensen fatsoenlijk weer naar bed te helpen. Mensen die daar werken, die vertellen ons, de ouderen durven eigenlijk niet meer te vragen om te douchen, omdat ze ook wel zien dat door de personeelstekort het eigenlijk gewoon niet meer gaat. Dat is Nederland. Met die 10 miljard die er dus extra binnenkomt dit jaar alleen al aan winsten van grote bedrijven, dat is toch onbestaanbaar. Dus daarom nogmaals mijn vraag aan mevrouw Hermans, accepteert zij dat? Want dit is de situatie nu al. Zonder dat er nog extra gekort wordt, is dit nu de situatie in onze zorg. Accepteert zij dat? Of zegt zij vandaag ook nee, dat kan niet, we kiezen voor investeringen? Mevrouw Hermans. Voorzitter, en mevrouw Marijnissen, u raakt de crux van het probleem in de zorg, overigens ook in het onderwijs en op heel veel andere plekken, het personeelstekort. Mensen zijn er niet. Ja, we hebben ze nodig. Ook in de zorg, ook in het onderwijs, op al die plekken waar nu te weinig mensen zijn, maar ze zijn er niet. Dat is een probleem. Dat is een groot probleem. Maar we hebben ze ook niet zo even 1, 2, 3 naar de zorg toegehaald. We gaan niet nu in een 5 HAVO of een 6 VWO-klas staan of een 4 VMBO-klas. Jij gaat een zorgopleiding doen. Dus het vraagt van ons, dat personeelstekort is niet zomaar opgelost. En met de vergrijzing gaat die vraag naar mensen in de zorg alleen nog maar groter worden. Dus we zullen naar meer moeten kijken dan alleen de manier waarop we de zorg nu georganiseerd hebben. En daarom zei ik, dat zullen ook lastige keuzes zijn. Maar we zullen ze wel moeten maken
om ervoor te zorgen dat we ook verpleeghuiszorg hebben in de toekomst. Dat we ook in de ziekenhuizen en bij de huisartsen de zorg kunnen blijven verlenen die we zo belangrijk vinden. Maar het zal ook op andere manieren gaan. Tot slot. Voorzitter, dit kan echt niet. Mevrouw Hermans zegt, de mensen zijn er niet. Mevrouw Hermans, ik heb nieuws voor u. De mensen zijn er wel. Alleen uw VVD-beleid jaagt ze allemaal weg. De uitstroom in de zorg was nooit zo hoog. In ons meldpunt geeft de helft van de mensen aan overwegen of al besloten te hebben om te kappen met het werken in de zorg. Niet omdat ze het geen mooi werk vinden, want het is het mooiste werk dat er is. Mensen doen het met hun hart, maar omdat ze het niet meer aankunnen. Vanwege de werkdruk, vanwege de oplopende bureaucratie, vanwege het verlies aan zeggenschap, vanwege al die onnodige managers die zich met hun werk bemoeien. En dat is wat we moeten aanpakken, mevrouw Hermans. Ja, en daar kunnen we voor kiezen. Maar dan zijn er wel andere keuzes nodig. Maar u kunt zeggen, we zien de zorg niet langer als een markt. We kunnen zeggen, we stoppen met het onnodig geld geven aan allerlei aanbestedingen. Waar juristen bij komen kijken, waar onderhandelingen bij komen kijken. Allemaal geld voor zorg wat niet naar zorg gaat. Kunnen we vandaag besluiten dat dat geld naar de werkvloer gaat. Zodat daar niet bezuinigd hoeft te worden. Ik vraag aan u, doet u dan met ons mee? Mevrouw Hermans. Voorzitter, ik doe met mevrouw Marijnissen mee op een aantal punten die zij aan het begin van haar interruptie noemde. Namelijk het tegengaan van het vertrek van al die mensen uit de zorg. Want we moeten zorgen dat mensen in de zorg gaan werken, we moeten vooral zorgen dat ze er blijven werken. U had het over die regels en die regeldruk. Nou, u vindt mij direct aan uw zijde om dat minder te maken en die bureaucratie te verminderen. Maar het is een hele taaie klus. Dus als wij samen iets kunnen verzinnen, het gouden ei kunnen verzinnen, om daar echt een doorbraak in te forceren, dan heeft u mij direct aan uw zijde. U had het over zeggenschap. Ongelooflijk belangrijk. En daarom ook heel goed dat de initiatiefwet van mevrouw Ellemeet en mijn collega Judith Thiele onlangs ook is aangenomen in de Eerste Kamer. Want ja, natuurlijk wil je als verpleegkundige, of het nou een verpleger is of een ziekenhuis is, ook mee kunnen praten. Dat er niet alleen over jou gepraat wordt, maar dat je mee kan praten over jouw werk. Dat er flexibiliteit komt in hoe roosters en hoe diensten worden ingedeeld. Het zijn allemaal elementen die dat werken in de zorg aantrekkelijk moeten maken en houden. Heel kort nog, mevrouw Marijnissen. Voorzitter, mevrouw Hermans vraagt naar dat gouden ei. Maar dat gouden ei, dat is stoppen met winstuitkeringen in de zorg. Stoppen met onnodige bureaucratie. Stoppen met de zorg als markt zien. Stoppen met zorgverzekeraars. Stoppen met private equity. Ik krijg het bijna mijn mond niet uit. Maar waarom hebben we dat toegestaan in onze zorg? Zoveel geld gaat daar naartoe wat niet naar de werkvloer gaat. En wat u doet is het geld weghalen bij de werkvloer. En daardoor jaagt u mensen weg uit de zorg die dat werk met hun hart doen. Dank u wel. Mevrouw Hermans. Voorzitter, ik vind het echt zonde hoe mevrouw Marijnissen nu dit helemaal simplificeert tot een aantal grote uitspraken die, waarvan zij ook weet, veel dieper ingrijpen en een heel ander effect hebben dan maar zo even de regeldruk of de bureaucratie oplossen. Ik geef haar aan dat ik aan haar zijde sta dat al die checklistjes, al die lijstjes, al die afvinkprotocollen, daar kan echt heus wel iets in gebeuren. Ik trek daar graag met u ten strijde. Ik had het al over die zeggenschap. Die initiatiefwet is mooi. Als daar meer kan, moeten we daar meer doen. Maar de zorg zal ook gaan veranderen in de komende jaren. Want dat personeelstekort wordt niet zomaar minder. Juist ook omdat we vergrijzen. De vraag naar zorg wordt ook groter. Dus we zullen ook op andere manieren die zorg moeten inrichten. En dat is een discussie die we hier met elkaar moeten voeren. En ik zei het al, daar zullen misschien ook lastige keuzes in zitten. Maar ook die moeten we wel met elkaar durven te maken. De heer Paternotte, D66. Voorzitter, ik hoop dat we hier nog een grote cliffhanger kunnen afhechten. Want 11 jaar lang, onder leiding van Mark Rutte, heeft de VVD gezegd, regeren met Wilders, nee, dat is uitgesloten. Om verschillende redenen, de rechtsstaat, de minder uitspraak. De nieuwe leider van de VVD heeft een andere afslag genomen. Die zei, laat hem komen met zijn plannen. Ik wacht het verkiezingsprogramma af. Nou, dat weten we nu. We hebben het net gehoord. Moskeeën verbieden, Korans verbieden, hoofddoekjesverbod, publieke ruimtes en hier in de Staten-Generaal. Als je democratisch gekozen wordt hier en je wilt de zaal inlopen, moet die hoofddoek eraf als vrouw, gedwongen. Geen enkele steun aan Oekraïne. Dus ja, milder voor Rusland, extremer voor Nederland. Dus mijn vraag is, nu we dat allemaal weten en we VVD het verkiezingsprogramma wilden afwachten, is het nog steeds een optie om te gaan regeren met Wilders? Mevrouw Hermans. Voorzitter, onze nieuwe partijleider, moet ik zeggen, heeft gezegd, ik wacht onder andere op het verkiezingsprogramma. Want met het verkiezingsprogramma gaan we ook de boer op. Gaan we campagne voeren en dan gaan we zien hoe dat met die scherpe kantjes zit. Gaan die er inderdaad vanaf? Wat zijn bespreekpunten? Wat zijn breekpunten? Dat geldt overigens voor alle partijen hier in de Kamer. Dat is de insteek en de inzet van de VVD. De heer Paternotte.
Nou, voorzitter, dan hebben we nieuws. Dus mag ik hieruit concluderen dat de VVD tot aan de verkiezingen het open houdt om te gaan regeren met Wilders. Dat mensen weten dat na de verkiezingen de VVD misschien wel een kabinet gaat vormen met de PVV. Dat dat af gaat hangen van scherpe randjes en onderhandelingen, maar dat het dus niet gebaseerd zal zijn op de plannen die op tafel komen. Mevrouw Hermans. Voorzitter, u mag helemaal niets concluderen en al helemaal niet wat u nu allemaal zegt. Omdat dit geen recht doet aan de woorden die ik net sprak. We presenteren nu allemaal verkiezingsprogramma's. Volgens mij moet die van u nog komen. En we gaan allemaal kijken wat erin staat, wat we ervan vinden. En dan gaan we daarmee de straat op, de boer op. We gaan ons verhaal vertellen aan Nederland. We gaan zien wat zijn bespreekpunten, wat zijn breekpunten. Dan komt er een verkiezingsuitslag en dan zien we verder. Maar ik ga niet nu mee in uw conclusie. Heer Paternotte. Ja, dan komt er een verkiezingsuitslag en dan zien we verder. En voorzitter, twee maanden geleden zat ik naast mevrouw Hermans en kreeg zij de vraag van houdt u de optie open met de VVV te gaan regeren? En zei nee, vanwege uitspraken die ze eerder hebben gedaan. Daar zijn we heel duidelijk over geweest. Dus nee, dat gaat niet gebeuren. Dit is een ander verhaal. Kan zij ons ook meenemen in hoe ze daar persoonlijk van mening over veranderd is? Mevrouw Hermans. Voorzitter, ook hier waren mijn woorden genuanceerder dan de samenvatting van de heer Paternotte doet vermoeden. Maar dat laat ik eventjes. We zaten daar samen aan tafel bij een televisieprogramma. Ik denk nog geen 2 uur nadat dit kabinet demissionair was geworden. Het ontslag had aangeboden aan de koning. En inderdaad, u stelde mij toen die vraag. En ik heb daar toen een antwoord op gegeven, nogmaals genuanceerder dan u nu het verwoorden. Maar eigenlijk had ik daar iets anders moeten zeggen. 2 uur daarvoor hebben we de conclusie getrokken dat het niet lukte met dit kabinet om een groot probleem in Nederland op te lossen. Dat is het doel van een kabinet voor de VVD. En problemen oplossen, dit land vooruit helpen. En de eerste vraag die u aan mij stelde ging weer over hier. Over Haagse gedoetjes hier. Wie met wie en wel met wie en waarom niet. Dus dat zeg ik nu. Dat zeg ik nu. En ik zeg daar, voeg daaraan toe wat mijn partijleider, wat onze partijleider heeft gezegd, gaat ook over vooruitkijken, naar de toekomst kijken. We hebben nu een verkiezingsprogramma gezien. Ik wacht nog heel veel andere verkiezingsprogramma's af. En nu komt het erop aan, hoe gaat de discussie daarover lopen? Wat zijn de bespreekpunten en wat zijn de breekpunten? En die zal op enig moment tot een conclusie of tot een eindoordeel voor ons leiden. Maar dat geldt voor samenwerken met alle partijen hier in de Kamer. Want nogmaals, uw programma moet nog komen. Die moeten we nog zien en die gaan we ook beoordelen. Dank u wel. Nog heel kort, de heer Paternotte. Voorzitter, Haagse gedoetjes. 11 jaar lang heeft de VVD gezegd, nee, regeren met Wilders, dat gaan we niet doen. Niet alleen omdat hij onverantwoordelijk is, maar omdat het de rechtsstaat zou ondermijnen. Omdat hij uitspraken heeft gedaan die discriminerend zijn naar 100.000 Nederlanders. En nu, zegt mevrouw Hermans, ja, dat was eigenlijk Haags gedoe. Nu gaan we echt naar de problemen kijken. Wat is dan de boodschap als je na 11 jaar ineens een totaal ander verhaal erover houdt? Al die mensen die zeggen, ik heb ervoor gekozen om een hoofddoekje te dragen. En ik wil niet dat dat verboden wordt. Of ik wil niet dat er over mij wordt gezegd dat er minder van mij moeten zijn. Of ik wil gewoon in Nederland kunnen geloven wat ik wil. Voorzitter, die uitspraken van de afgelopen jaren, die vond ik moreel verwerpelijk en dat vind ik nog steeds. De woorden van onze partijleider, die ik deel en waar ik ook achter sta, is dat er ook een moment komt hier in Politiek Den Haag dat we vooruit moeten kijken, dat er een nieuw hoofdstuk begint. Daar heb ik een aantal dingen over gezegd. Het Haagse gedoetje ging niet over die uitspraken. Echt, trek mijn woorden daar niet in. Het Haagse gedoetje ging over dat we 2 uur na de val van het kabinet, 2 uur nadat we hebben moeten constateren dat een groot probleem in Nederland door dit kabinet niet opgelost kon worden, dat u begon tegen mij over wie met wie. En als het nou gaat over samenwerking met de PVV, ik heb de heer Wilders in eerste termijn iets horen zeggen over samenwerken met de PVV en een telefoontje van u over een motie van wantrouwen. Ja, voorzitter, mevrouw Hermans was daar niet bij. Prima als zij mij er zo meteen vragen over stelt. Ik heb Wilders toen gebeld om te vragen wat hij in dat debat ging doen. Maar laten we na 25... Zeker, en ik heb hem later die dag ook nog een keer gebeld om te zeggen dat wij niet mee gingen doen aan een motie van wantrouwen wat mij betreft. Maar voorzitter, laat mevrouw Hermans nou niet doen alsof na 25 moties van wantrouwen tegen Mark Rutte, alsof Geert Wilders D66 daarvoor nodig zou hebben.
Het is heel duidelijk dat de VVD de bakens heeft verzet. En ik denk dat voor iedere liberaal in Nederland het heel goed is om te weten op welke manier mevrouw Hermans dat nu heeft gedaan. Mevrouw Hermans. Voorzitter, ik refereer aan woorden van de heer Wilders uit eerste termijn. Ik heb verder geen enkele behoefte om daar nog verder iets over te zeggen. Maar ik wil wel even duidelijk maken dat samenwerken op heel veel, over heel veel dimensies kan gaan. En het is ook volstrekt helder hoe wij erin staan waar het gaat over het al dan niet samenwerken met de PVV. Ik vind de uitspraken die de heer Wilders in het verleden gedaan heeft nog steeds verwerpelijk. Absoluut, nog steeds. Maar ik vind ook dat we hier vooruit moeten kijken. En daar sluit ik me dus helemaal aan bij de woorden van onze partijleider. En ik vind dat we nu de komende weken moeten zien wat zijn de bespreekpunten en wat zijn de breekpunten. En dan komt er op enig moment een afweging. Mevrouw Cunningham. Ja, gaat u gang. Doet hij het? Ja, hij doet het. Dank u wel, voorzitter. Even kort hier, het doet natuurlijk ook wel wat met mij als directe getuige hiervan. Ik hoop toch als liberaal, wil ik via de voorzitter zeggen, dat de vrijheid, of je nou in je string wil lopen of een hoofddoek wil dragen, in dit land beschermd zal blijven. En dat vind ik echt wel een groot goed. Dus dat wil ik wel even zeggen. Daar kunt u van op aan. Ja, ik vind, we zijn een land aan het worden van betutteling op allerlei vormen, waarin ieders vrijheid wordt beknot. Dat begint met sociaal-economische vrijheid, die wordt beknot. Maakt me ook ernstig zorgen over. Maar ook over de individuele vrijheden, die worden beknot. Ik vind dat we niet een goede tendens aan het ingaan zijn. Gezien het geluid uit gezegd, vak K, zijn ze dat volgens mij met u eens. Nou, dat is fijn. Dat gezegd hebbende is waar ik op aansloeg, de Tunesië-deal. En ik wil aan mevrouw Hermans vragen of zij bekend is met de onderzoeken van professor Hein de Haas, die niet alleen hoogleraar is aan de UvA, maar ook directeur is van het International Migration Institute in Oxford. En zijn veelvuldige onderzoeken hebben aangetoond dat migratiedeals nauwelijks tot niet werken. Dus dat is één. Zijn boek verschijnt morgen, onder andere in het Nederlands. Maar daarnaast heeft deze zomer rondom de deal heel veel nieuwsgeving ons allen bereikt die echt niet fraai waren. En waar lijkt het nu op dat de belastingbetaler mee gaat betalen aan een deal die niet alleen niet werkt, zie de grote toestroom in Lampedusa, maar ook een deal is die gewoon vele mensenlevens kost. En ik refereer even aan moeder en dochter die in de Libische woestijn werden gevonden, dood, in elkaar verstrengeld. En dat raakt me. En dat is wel wat dit beleid is. En onlangs mochten Europarlementariërs het land niet in. Dus ik wil vragen waarom wij dan ons belastinggeld uitgeven aan een deal die niet alleen niet werkt, want de toestroom in Lampedusa neemt toe, en hij schendt mensenrechten en onze rechtsstaat. Ik heb daar moeite mee. Dus ik wil vragen hoe mevrouw Hermans hierin staat. Mevrouw Hermans. Voorzitter, ik heb niet voor niks vragen gesteld aan het kabinet. Hoe staat het nu met de uitwerking van die deal? Want mijn beeld is, die deal is nog niet uitgewerkt, is nog niet begonnen, dus kan ook nog niet werken. Dat is één. Twee is, u zei ergens in uw interruptie, deals werken niet. Ja, dan ga ik toch even terug naar 2015, 2016, de Turkije-deal. Toen die deal gesloten was, nam de instroom echt ziende ogen af. Dus deals werken wel degelijk. Dat is het mooie van het onderzoek. Ze werken niet. De afname van de toestroom uit Turkije was al op gang voordat de deal rond was. En dat toont dat empirisch bewijs aan. En ik wil dat graag met u delen, want dit is een van de mythes die in dat boek wordt beschreven. En ik heb het boek al een voorpublicatie van gekregen. Dat wordt daar uitduidelijk in gemaakt. En dat is een hardnekkige mythe waarin wij het geld van de belastingbetaler zinniger willen besteden, dit ook ter harte moeten nemen dat dit de uitkomst is van grondig, vakkundig, wetenschappelijk onderzoek. Dit is echt wel een mythe die gewoon ontrafeld wordt nu op dit moment. En het is tijd dat de politiek die ook gewoon gaat ontarmen, die kennis die er nu ter tafel komt. Mevrouw Hermans, een oproep. Dan debatteert u hier met voorkennis, want ik ken dit boek en dit onderzoek nog niet. Maar goed ook dat u zei, het komt ook in het Nederlands. Dan, hoewel een Engels boek ook nog net moet lukken. Maar die Turkije-deal, ik zeg het toch nog een keer. Ja, daarvoor was natuurlijk ook al, maar dan gaan we helemaal terug naar die migratiecrisis. Was natuurlijk ook al maatregelen, waren er bij de zogenaamde Balkanroute genomen. Dus ja, dat die instroom mogelijk al wat aan terugnemen was heel erg logisch. Maar die Turkije-deal in zichzelf heeft daar een hele, hele grote bijdrage aan geleverd. Dus deals werken wel degelijk. Dan kunnen we van mening verschillen over of je dat een wenselijke route vindt. Ja, dat is het politieke debat wat we moeten voeren. Maar ik vind dat we dit instrument van die deals nodig hebben, dit maken van die afspraken met landen nodig hebben. En ja, dit zijn niet landen die onze waarden één op één delen. Maar we moeten het wel doen om de grip te krijgen hier in Europa op de mensen die hier naartoe komen. Tot slot, mevrouw Cunningham. Nou, dan moet ik even heel snel zijn in mijn laatste interruptie. Ik blijf er gewoon bij. We kunnen discussiëren over van alles en nog wat, met feitelijk en wetenschappelijk onderwijs of onderzoek is, denk ik, spreekt voor zich.
Ik ben niet a priori tegen deals. Ik ben wel tegen de mythe dat deals zouden werken. Maar dan wil ik toch nog gewoon graag terugkomen. Want je kunt je geld maar één keer uitgeven. Dat we gewoon goed moeten nadenken wat we met het geld van de belastingbetaler doen. Als we gewoon contraproductief het geld uitgeven. En België en Duitsland inderdaad op dit moment gewoon allerlei bellen zitten te trekken dat die Tunesië-deal niet aan het werken is. Dan vind ik dat we gewoon in Europa alleen maar een goede vuist op tafel kunnen slaan. Met het geld verantwoord uit kunnen geven aan dingen die gewoon daadwerkelijk zullen werken. En niet aan mythe denken of aan wens denken. Ja, voorzitter, als bij het sluiten van zo'n deal geld gemoeid is, wat in dit geval aan de orde is, en ook geen klein bedrag, ja, natuurlijk moet je dat op een goede manier besteden. Natuurlijk moet je kijken en zorgen dat het op een goede manier terechtkomt. En dat als je afspreekt dat de opvang verbeterd wordt, dat de opvang ook daadwerkelijk verbeterd wordt. Maar dat is niet een reden voor mij om het niet te doen. Ja, de heer Dassen, Volt. Ja, dank voorzitter. Ja, ik dacht ik kom nog even terug, want ik had net één interruptie. Daar ging mevrouw Hermans natuurlijk op in. En ik had het daarbij over hoe feiten gebruikt worden in het migratiedebat. En ik vroeg aan mevrouw Hermans of zij drie zaken kon noemen die een aanzuigende werking hadden op Nederland voor onze dingen. En zij noemde daar de inwilligingspercentages, onze voorzieningen en nareis op nareis. De inwilligingspercentages in Nederland zijn inderdaad hoger. Dat komt omdat hier meer mensen naartoe komen die kansrijk zijn en asiel kunnen aanvragen. En dus ook daar recht op hebben. Dat is geen aanzuigende werking. Dat is gewoon een feit dat mensen hier naartoe komen. Een tweede is nareis op nareis. Daarvan heeft de WODC ook al gezegd dat dat helemaal geen extra aanzuigende werking heeft. Dus ook die klopt niet. En de derde was dat de opvangvoorzieningen hier bezig zijn. Ook dat klopt niet, want we voldoen niet aan de Europese opvangrichtlijn. Sterker nog, het Rode Kruis moet bijspringen bij de crisisopvang. Vorig jaar hadden we artsen zonder grenzen. Dus alle drie de maatregelen of de redenen die mevrouw Hermans noemde, hebben alle drie geen aanzuigende werking op waarom mensen naar Nederland komen. En dus wil ik nogmaals de vraag stellen aan mevrouw Hermans. Of zij drie redenen kan noemen waarom zij denkt dat Nederland aantrekkelijker is en een aanzuigende werking heeft op mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Ja, voorzitter, ik blijf bij die driezelfde redenen. Ook met de uitleg die u daarbij heeft gegeven. Dat u het daar niet mee eens bent en het WODC-onderzoek op uw manier, op deze manier uitlegt. Ja, ik ben het daar gewoon niet mee eens. Wij zijn hier aantrekkelijker voor mensen om naartoe te komen. Maar er zat een ander deel in uw redenering waar ik het wel met u eens ben. En dat gaat over de opvang, wat u zei over het Rode Kruis. Ja, dat is nou net dat is een teken van het probleem dat we hebben. Wij hebben geen grip op wie hier naartoe komen. Dus er komen hier ongelooflijk veel mensen naartoe, met als gevolg dat er nu al mensen eindeloos lang in een sporthal zitten of in andere noodopvangvoorzieningen. Dat is niet het niveau van bescherming dat we willen bieden aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Ik wil daar humane, fatsoenlijke opvang aan bieden. En dat kan niet met deze aantallen. Daarom vindt de VVD dat we echt serieus werk moeten maken van het grip krijgen op wie er naar ons land toe komt. De heer Dassen. Nou ja, voorzitter, dan gaat mevrouw Hermans toch zelfstandig met de feiten om die, nou ja, in mijn optiek geen aanzuigende werking hebben. Maar ook op het tweede. Dat is 12 jaar VVD-beleid. Er is continu bezuinigd op de opvang. Het is een opvangscrisis die veroorzaakt is door het beleid wat hier door de VVD is gevoerd. En dan zegt mevrouw Hermans nu, ja, we moeten de instroom gaan beperken om te zorgen dat de opvang weer op orde komt. Maar de opvang is niet op orde omdat er jarenlang op bezuinigd is. En daar is de VVD verantwoordelijk voor. De VVD heeft bewust beleid gevoerd dat er te weinig is gegaan naar IND, naar COA. Dat er te weinig is gegaan naar opvang. En daardoor hebben we nu met deze problemen te maken. Mevrouw Hermans. Ja, voorzitter, hier lopen twee dingen door elkaar. We zien nu in de opvang een probleem. Ja, we zien nu dat veel te veel mensen veel te lang in noodopvang zitten. In sporthallen, op andere plekken, wat niet ideaal is, waar je niet mensen die echt op de vlucht zijn gezondheid voor oorlog en geweld een veilige plek wilt bieden. Dat zien we nu. Maar het gaat ook om aantallen die te hoog zijn. En ja, u en ik verschillen van mening wanneer dat aantal te hoog is. Maar het is nu gewoon te hoog. We zien die gigantische druk op de opvang, maar ook op onze huizenmarkt. Ook in de zorg en ook in het onderwijs. Het vraagt ongelooflijk veel van de samenleving. Te veel. En daarom vinden wij dat die aantallen naar beneden moeten. En dat we hier aan de mensen die het echt nodig hebben, op een goede en op een fatsoenlijke manier opvang kunnen bieden. Ja. Ja, tot slot. Als de aantallen echt naar beneden moeten, dan moeten we gaan kijken hoe het komt dat mensen op de vlucht raken. En dat komt door conflict.
En dan moet u niet gaan bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking en dat vervolgens naar Nederland halen om dat geld hier te investeren. Dan moet u zorgen ook dat u mensen daar helpt waar ze het hardst nodig hebben, zodat ze helemaal niet meer de oversteek hoeven te maken. Dan moet u zorgen dat er legale migratieroutes komen, zodat mensen al een land van herkomst weten of ze überhaupt kans maken op asiel. Dan moet u zorgen dat u in Europa betere afspraken gaat maken om te zorgen dat we dit Europees goed met elkaar aanpakken. Dus ook daar verschillen wij blijkbaar van mening. Maar dat zijn de manieren om te zorgen dat je migratie op een goede manier kan inrichten. Nee, voorzitter, de aanpak om grip te krijgen op migratie moet je nationaal dingen doen. Europees en internationaal. Ja, je moet de buitengrenzen bewaken. Ik had het net met mevrouw Gunnegan over de deals die je moet sluiten. Er is Europees migratiebeleid. Ja, dat moet er komen. Vind ik ook allemaal. Moet allemaal doorgaan. Maar het ontslaat ons niet van de plicht om ook in Nederland te doen wat we kunnen en moeten doen. Heer Stoffer, SGP. Dank, voorzitter. Mevrouw Hermans riep aan het begin van haar bijdrage op van luister eens naar elkaar. Dus ik heb gepoogd om goed te luisteren. En dat helder ook een aantal dingen op, moet ik zeggen. Die brandstofvaccins, ik dacht van waarom doe je dat voor 1 jaar? Nou, ik had ook liever gezien dat we structureel zouden borgen. Ziet u vast liever ook, maar het is me helder. Dus in ieder geval heel goed dat u dat oproept. En wij zullen dat denk ik ook steunen. Ook goed dat we als eikpunt neerzetten dat ondernemers aan het eind van dit debat niet de rekening mogen hebben. Want dat is ook al gebeurd en dat moeten we echt niet doen. Er blijft maar 1 ding nog hangen, voorzitter, nadat ik continu heb geluisterd. En dat was het interruptiedebat met de heer Omtzigt over de eenverdieners. En ik heb die tabellen nog zitten bekijken en dan denk ik, die middeninkomens zijn heel specifiek die eenverdieners, zo 40.000 euro een beetje erboven. Ja, dat gaat door een aantal maatregelen van het kabinet en die zijn niet makkelijk. Dat is niet dat je 1 ding terugdraait en denkt, nou dan hebben we het bij elkaar, het is die stapeling. Ja, dat zit echt als een graad, van 83% marginale druk naar 91. Dus mijn vraag is eigenlijk aan mevrouw Hermans, als we nu eens heel specifiek naar die groep kijken. En wij komen met een stukje dekking. Staat de VVD dan open om ook heel specifiek voor die middeninkomens de onderkant en dan nog specifieker voor die eenverdieners toch een stukje reparatie om elkaar te krijgen? Want daar gaat het gewoon echt helemaal mis. Mevrouw Hermans. Ja, voorzitter. Als ik zeg in alle interruptiedebatten dat ik luister naar de voorstellen die er komen, dan geldt dat uiteraard ook voor het voorstel dat u doet. En ik zeg daarbij, dat zei u zelf ook, dan kijk ik natuurlijk ook naar hoe gaan we dat dan betalen. Maar het eikpunt wat u zo mooi formuleerde, het mag er niet toe leiden dat de lasten voor ondernemers omhoog gaan. Dat is een eikpunt wat ik zelf ook heb neergezet. Dus ik vermoed maar zo dat het daar niet vandaan zal komen. Mevrouw Simons bij. Oh, sorry, de heer Stoffer nog even. Ja. We gaan die uitdaging aan en kijken of we eind van het debat wel uit kunnen komen dan inderdaad om iets voor die gezinnen met die eenverdieners, die kostwinners te doen. En daar komen we op terug. Mevrouw Simons bij 1. Dank u, voorzitter. Aan het eind van haar betoog stelde mevrouw Hermans de vraag aan demissionair premier Rutte hoe hij deze deal zou ik willen enforcen, om het maar even met een goed Engels woord te zeggen. En ze zei er nog bij, ik vraag dat heel vriendelijk. Ik heb eigenlijk de vriendelijke vraag aan mevrouw Hermans, of zij aan mij kan duiden hoe die vraag en het betoog dat zij hier houdt ten aanzien van dergelijke deals zich verhoudt met haar uitspraak zojuist, dat zijn dan weliswaar landen waar we de waarden niet mee delen. Dat kan niet, mevrouw Hermans. U kunt hier niet stellen dat u deals maakt met landen waar u de waarden niet van deelt. Het moment dat zo'n deal gemaakt wordt, dan deelt u die waarden. En het zou zo mooi, u deelt die waarden op het moment dat u zegt, u bent mijn partner hierin. Gezamenlijk gaan wij op deze manier optrekken. En ik zou zo graag willen horen hoe zij zelf de discrepantie tussen die twee, aan de ene kant het verzoek om de duimschroeven nog harder aan te draaien, ondanks alle feiten die bijvoorbeeld de heer Dassen zojuist op tafel legt. Dat u die deals wilt sluiten, daarover heeft u geen enkele twijfel laten bestaan. Sorry, via de voorzitter, mevrouw Hermans. Maar ik heb moeite met het schoonwassen van het eigen geweten door te stellen, we delen weliswaar die waarden niet. Waarom neemt u geen eigenaarschap over het feit dat u exact die waarden deelt? Dat u exact weet wat daar in die landen gebeurt met mensen die onder uw deals vallen? En dat u exact content bent, volkomen content bent met die feiten. Mevrouw Hermans. Voorzitter, de dingen die daar ook in dat land gebeuren en die absoluut niet matchen met onze waarden en die vind ik ook niet matchen met onze waarden, daar spreken we ons ook tegen uit. Dat moeten we ook blijven doen. De vraag is vervolgens, is dat een reden om niet een afspraak met een land te maken
om ervoor te zorgen dat mensen niet die gruwelijk gevaarlijke oversteek gaan maken in een bootje, een wankelbootje van een mensensmokkelaar van Tunesië naar, in dit geval, Italië. En ik vind dat we de verantwoordelijkheid hebben om dat wel te doen. Dat vind ik realistisch buitenlands beleid. Op een realistische manier kijken, hoe kunnen we die gevaarlijke overtocht voorkomen? Wat kunnen we doen? Wat voor afspraken kunnen we maken om de opvang daar te verbeteren? En ja, dan spreken we ons ook uit tegen die afschuwelijke dingen die daar gebeuren, die ingaan tegen mensenrechten, wat niet mijn waarden zijn. En door een deal met Tunesië te sluiten, conformeer ik me niet aan die waarden? Absoluut, absoluut niet. Absoluut. Mevrouw Simons, misschien mag ik mijn antwoord afmaken. Mag u daarna verder? Dus ik conformeer me op geen enkele manier aan die waarden en die manier waarop hij ermee om... Mevrouw Simons, ik probeer naar eer en geweten een antwoord te geven op uw vraag. En dat u op een andere manier denkt over deze migratiedeals en dat geen goed idee vindt, dat is uw goed recht, absoluut. En ik probeer hier antwoord te geven op waarom ik vind dat wat daar gebeurt en hoe mensenrechten geschonden worden, dat ik dat veroordeel. Dat zal ik altijd blijven doen. En tegelijkertijd kijk ik heel realistisch, wat kan ik doen, wat voor afspraken kan ik daar maken, door aan de ene kant dat land te helpen met economische versterking, met de opvang daar te verbeteren, om te voorkomen dat mensen die levensgevaarlijke overtocht maken. Want dat vind ik ook iets waar ik voor moet opstaan. Mevrouw Simons. Dank u, voorzitter. Mijn excuses, voorzitter. Natuurlijk moet ik wachten tot mevrouw Hermans haar betoog heeft afgerond. Echter, er zijn legio manieren om menselijke overtochten mogelijk te maken. Daar kiest de VVD niet voor. Er zijn, meneer Dassen heeft het zojuist volledig voor u uitgeschreven en uitgestippeld. Veilige routes. Het is mogelijk. De VVD echter zegt, ik ga nog liever in zee met een land waarvan ik weet dat er mensenrechten structureel worden geschonden. Niet alleen structureel in het algemeen, maar zeker met betrekking tot de groep waarvan ik zeg, neemt u ze maar, dan heb ik er hier minder last van. Dan kun je simpelweg niet stellen dat dat geen waarden zijn die je deelt. Als je ervoor kiest, willens en wetens, om liever mensenrechten te schenden dan zaken dusdanig te organiseren dat mensenrechten niet geschonden hoeven worden. Het is de keuze van de VVD, het zal best. Maar sta daar dan ook voor, is mijn vraag aan mevrouw Hermans. Zeg dan, ja, ik deel de waarden in dit geval Tunesië. We vinden het prima dat mensen daar in kampen terechtkomen die vervolgens worden afgesloten, terwijl we weten wat er achter die hekken gebeurt. Neem dan in ieder geval het eigenaarschap. Het hele debat hier heb ik zitten luisteren naar een fractievoorzitter die zegt dat ze problemen wil oplossen, maar vergeet de zinnen af te maken. De problemen die we zelf hebben gecreëerd, mevrouw Hermans. De problemen waar uw partij in de persoon van de premier van dit land al 13 jaar verantwoordelijkheid voor draagt. Al 13 jaar aan de knoppen staat. Al 13 jaar in de positie is om er daadwerkelijk wat aan te doen. En nu tijdens deze APB die we helaas moeten voeren, naar aanleiding van een, nou ja, ik ben er nog steeds niet over uit hoe schandalig het feit dat het kabinet geklapt is op dit onderwerp. Ik ben er nog steeds niet over uit hoe, het is gewoon het spugen in het gezicht van de Nederlandse democratie. Dat is mijn persoonlijke mening. En daarom staan we hier vandaag en staat u hier vandaag te beweren, mevrouw Hermans, dat u de problemen wil oplossen waar u de afgelopen 13 jaar niet eens aan oplossingen heeft gedacht, maar wel aan het creëren ervan. En weigert u gewoon eigenaarschap te nemen als het gaat over het aangaan van deals met landen en overheden waarvan u weet dat zij mensenrechten schenden. Heeft u gezegd nu. Die zo'n deal enkel alleen kunnen opvatten als een aanmoediging en in ieder geval niet als een veroordeling. En dat is alles wat ik van mevrouw Hermans vraag, op dezelfde lieve vriendelijke manier zoals zij aan de demissionair minister-president vraagt. Kunnen de duimschroeven niet wat strakker? Mevrouw Hermans. Voorzitter, vandaag en morgen hebben we hier de algemene politieke beschouwingen. Die gaan over de miljoenennota die dit demissionaire kabinet gisteren naar de Kamer heeft gestuurd. Dus niet een debat over de val van het kabinet, dat hebben we al gehad. We discussiëren hier dus over de plannen voor 2024 en wat kunnen we nog doen? Wat vinden we ervan, van de plannen die zijn neergelegd? En wat kunnen we nog doen als parlement met elkaar aan extra's voor mensen met het laagste inkomen, middeninkomens, die dat zo hard nodig hebben? Waarbij ik zeg, dan moeten we ook oog hebben voor de ondernemers en de rekening niet bij ondernemers neerleggen. Dat is het debat vandaag en morgen. Dan wat u zegt over de deal met Tunesië. Ja, ik
geloof erin dat je deals moet sluiten met landen. Ik geloof er ook in dat je je moet uitspreken tegen wat er in die landen gebeurt. Als dat het schenden van vrijheden, van mensenrechten is, die niet passen bij onze waarden. Nou, niet passen is niet eens het goede woord, die daar compleet haaks op staan. Ik vind wel dat een realistisch buitenlands beleid, een realistisch beleid, dit er een onderdeel van moet zijn. U denkt er anders over, maar dat is wat ik ervan vind. En als ik een deal sluit, neem ik dus niet die waarde over. Nee, want ik spreek me er tegen uit. Dat is wat ik hier doe. Ik heb wel ook een andere verantwoordelijkheid. En dat is namelijk zorgen dat mensen die naar Europa komen, die gevaarlijke overtocht maken, dat we dat aantal verkleinen. En daarvoor moet je ook andere dingen doen. Dingen die de heer Dassen noemde. We moeten investeren in goede opvang in de regio. We moeten de buitengrenzen bewaken. We moeten in Europa meer gezamenlijke afspraken maken. Ja, het is en. Tot slot, mevrouw Simons. Tot slot, voorzitter, nog één vraag als het gaat over individuele vrijheden. Daar heb ik mevrouw Hermans ook over gehoord. En in het verkiezingsprogramma van de VVD, als het gaat over individuele vrijheden, dan zie ik een hoop staan over een verbod of optreden tegen discriminatie op basis van gender, een verbod op homogenezing, geen plek voor organisaties die discrimineren, meer aandacht voor LGBT-gerelateerde onderwerpen, met name als het gaat over conservatieve gemeenschappen en scholen. In dat licht heb ik nog een vraag over hoe dat zich verhoudt tot het standpunt dat de VVD onlangs heeft ingenomen ten aanzien van de transgenderwet. Want als wij praten over individuele vrijheden, dan hoop ik toch dat die ook gelden voor non-binaire mensen, voor mensen die zichzelf als transpersonen identificeren. En dan hoop ik niet dat de letters LGBT en alle andere letters die we daar tegenwoordig nog bij noemen, dat die volgens de VVD kunnen bestaan zonder de T van transgender. Voorzitter, dat is absoluut zo, of absoluut niet zo. Het is maar even hoe ik de formuleringen van u het best kan opvatten. Want nee, voor ons, voor de VVD als liberale partij, staat voorop en buiten kijf dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Dat je de vrijheid hebt om te zijn wie je bent, te geloven wie je bent, te houden van wie je wilt. Ga zo maar door. De discussie over de transgenderwet gaat wat ons betreft over hoe regelen we dit op een goede manier, dat we dit veranderen, dit proces op een nauwkeurige, zorgvuldige manier vormgeven, maar heeft niets, maar dan ook niets te maken met het niet erkennen, niet het volledig en pal gaan staan voor de vrijheid van te kunnen zijn wie je bent. Mevrouw Bikker, ChristenUnie. Ja, voorzitter, ik ga weer even terug naar het vorige thema, migratie. Daar zijn de partijen van mevrouw Hermans en mijn partij het niet eens geworden over een stukje als het gaat om de grip op migratie, namelijk de gezinshereniging. Maar we waren het er wel over eens dat er een enorme druk ligt op onze samenleving. En dat dat breder ziet dan asielmigratie. Sterker nog, dat er een heel groot ander deel is, arbeidsmigratie en studenten. Als we in de studentensteden komen, horen we de verhalen hoe juist steeds meer buitenlandse studenten de druk veroorzaken op de woningmarkt. We hebben stagiair op onze fractie, 2/3 van zijn collega-studenten, politicologie, UvA, is buitenland. Is dat de richting die we op moeten? En ik zou mevrouw Hermans daarin willen vragen, voorzitter, om aan te geven ook welke stoere keuzes de VVD op deze punten maakt. Of het nou gaat om arbeidsmigratie of om studentenmigratie, welke stappen gaan we daarvoor uitzetten om echt te zorgen dat die druk op de samenleving anders wordt? Ja, voorzitter, grip op migratie gaat over asielmigratie, maar ook over arbeidsmigratie en kennismigratie of studiemigratie. En ook daarover hebben we gesproken. Maar goed, er is pas een pakket, een totaal als er een totaal is. En dat is er helaas, zeg ik nogmaals, niet gekomen. In ons verkiezingsprogramma zetten wij ook een aantal voorstellen voor hoe wij vinden dat je die kennismigratie en die arbeidsmigratie, dat je daar meer grip op krijgt, dat je dat meer onder controle krijgt. Denk bijvoorbeeld aan het harder aanpakken van die malafide uitzendbureaus, noem ik het maar even, waar eigenlijk alleen maar misbruik wordt gemaakt van arbeidsmigranten. Maar ook dat we zeggen, als een bedrijf naar Nederland komt, of sorry, in Nederland arbeidsmigranten naar Nederland wil halen, en dat is in een bepaalde regio, dat we daar ook echt een toets doen op kan deze regio, kan dit gebied dat aan? Qua huisvesting, qua scholing, nou, qua alles wat er nodig is. Dus ja, wij zijn bereid om daar een aantal stappen te zetten. Hetzelfde geldt overigens voor kennismigratie. Dat gaat over welke taal wordt er gesproken op de universiteit of de hogeschool. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over het zetten van een numerus fixus op bepaalde opleidingen. Mevrouw Bikker.
Ja, voorzitter, dat vind ik winst. Want eerlijk gezegd vraag ik me af wat zoveel buitenlandse studenten politicologie toevoegen aan onze economie, om het dan maar even in VVD-woorden te zeggen. En dan hebben we het nog over de effecten voor een student die zoekt naar een kamer. Maar ik vraag me dan ook af, als we zo de VVD horen en ook wel ergens anders spreken over de PVV met allerlei taal ten aanzien van asielmigratie, moeten we dan op arbeidsmigratie niet net zo stevig of misschien wel steviger zijn? En als het nu zo is dat mensen die uit Polen of India komen, dat die 30% van hun inkomen is vrijgesteld van belasting, dan doen we toch iets heel scheefs, want de gewone Nederlander betaalt dat belasting, die belastingen toch ook gewoon. Mevrouw Hermans. Ja, voorzitter. We moeten stevig zijn op arbeidsmigratie en kennismigratie. En om nog even op arbeidsmigratie door te gaan. U noemde ook landen waar ook soms routes worden gebruikt, hè, om mensen weer van buiten de EU via bijvoorbeeld Roemenië hier naar Nederland te krijgen. Dat moet ook, daar moeten we iets op verzinnen, want dat is... Ja, dat zet die druk op die steden die u net noemde. Ik vind die regeling die u nu noemt, ja, daar wil ik dan voorzichtig mee zijn. Want kennismigratie is niet alleen maar slecht. Grote bedrijven hier in Nederland, neem ASML in allerlei daaraan gelieerde ondernemers in Eindhoven of in de Brainport-regio, hebben die kennis mensen ook keihard nodig. Dus met zo'n regeling wegstrepen doen we... grijpen we ook daarop in. Dus ja, ik vind arbeidsmigratie, ook daar moeten we grip op krijgen. En ook dat zal een aantal stevige maatregelen vragen. Of dat als eerste betekent deze maatregel, vind ik niet. Maar dat wil volgens mij niet zeggen dat u en ik het best wel eens kunnen worden over een aantal andere dingen die je ook kan doen. Misschien ook nog wel sneller kan doen. Om op die arbeidsmigratie ook grip te krijgen. Tot slot. Ja, voorzitter, ik constateer toch dat door de arbeidsmigratie we heel vaak zien dat privaat de lusten genoten worden en publiek de lasten. Of het nou gaat, en u wijst terecht naar druk op de woningen in de regio en allerlei andere zaken. En ik vind het dan vreemd dat we ASML, absoluut groeiparel, belangrijk voor Nederland, maar dat we voor zoveel mensen die van buiten hier komen werken zeggen 30% van je loon is vrijgesteld, maar we dat voor een gewone Nederlander die ook dat huis zoekt, die ook op zoek is van hoe kan ik bestaan, dat niet doen. En eerlijk gezegd wil ik de VVD daar gewoon op uitdagen. Misschien worden we het daar vandaag nog niet over eens, maar ik zie er wel naar uit dat we hier op dit punt ook de dappere stappen durven te zetten, omdat het zo drukt op onze samenlevingen. Ja, voorzitter, dit gaat volgens mij over een aantal fundamentele keuzes die onder dit vraagstuk liggen. Die overigens ook wel weer te maken hebben natuurlijk met ons hele belastingstelsel. Dus ja, daar kunnen we en moeten we het debat over voeren. Maar als u mij nu vraagt, wat kun je nu op korte termijn doen, een aantal stoere maatregelen, is dit niet degene die bij mij bovenaan de lijst staat. En heb ik er een paar genoemd waar wij aan denken. Dank u. Maar er zijn er vast nog veel meer. Laatste interrupties van de heer Van Baarle en dan gaan we naar uw slotwoord en dan gaan we schorsen voor de lunchpauze. Ja. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil nog even terugkomen op de discussie van zojuist die over de keuze ging van mevrouw Jesjogus als VVD-leider om open te staan voor samenwerking met de PVV. Als we nou naar dat verkiezingsprogramma van de PVV kijken, waarin staat geen moskeeën, waarin staat vrouwen met een hoofddoek verbieden in gebouwen van de overheid, waarin staat geen Korans. Vindt mevrouw Hermans dat discriminatie? Voorzitter, in het verkiezingsprogramma van de PVV staan heel veel dingen waar ik het niet mee eens ben of die ik niet vind. Er staat ongetwijfeld ook een uw verkiezingsprogramma en zo staan er dingen in mijn verkiezingsprogramma waar u het niet mee eens bent. Ik heb de heer Wilders ook horen zeggen dat ja, iedere partij die alleen maar oplepelt wat er in zijn verkiezingsprogramma staat, zal nooit meedoen. En daar zit volgens mij de crux voor de komende periode, voor de komende debatten die eraan gaan zitten komen. Hoe gaat iedereen zich opstellen in die debatten? Waar zie je de ruimte om dingen te bespreken? En waar zitten breekpunten? En raken die echt aan kernwaarden van mij in dit geval als partij? En dat zal leiden tot een afweging. De heer Van Baarle. Voorzitter, ik vind dit echt ongelooflijk. Voorzitter, ik heb dierbare vrouwen die een hoofddoek dragen, mijn collega's. Die zijn tot op het diepst gekrenkt door wat de heer Wilders in zijn verkiezingsprogramma heeft opgesloten, geschreven. Namelijk dat zij met hun hoofddoek niet naar de gemeente mogen om bijvoorbeeld hun paspoort te verlengen en geen Kamerlid mogen zijn. En de VVD is hier niet bereid om klip en klaar uit te spreken dat dat onversneden discriminatie is. Ik vind het schokkend voor de Nederlandse rechtsstaat dat de VVD bereid is om met de rechten van 1,5 miljoen moslims te marchanderen voor de macht. Ik vind dat schokkend.
Mevrouw voorzitter, Hermans. Voorzitter, dit zijn twee verschillende dingen. Wat ik vind en waar ik het niet mee eens ben, sterker nog, wat ik ook helemaal niet vind passen bij de waarden van onze samenleving, dat is één. Het tweede is, tot wat voor samenwerking leidt iets en wat zijn bespreek- en breekpunten? Ik heb het nu een paar keer gezegd. Dat zijn verschillende dingen die voor ons allemaal gelden de komende weken als we met ons verkiezingsprogramma op pad gaan en naar de kiezer gaan. Het zijn echt twee verschillende dingen. Slot, heer Van Baarle. Nee, voorzitter. Het zijn geen verschillende dingen. Het gaat om kiezen voor onze rechtsstaat en kiezen voor mensenrechten. En voorzitter, als ik van al die vrouwen met een hoofddoek in mijn omgeving hoor waar zij in hun dagelijkse leven mee te kampen hebben, wat ze over zich uitgestort krijgen aan maatschappelijke drek, mede vanwege uitspraken vanuit het vak van de PVV, dan zou het de VVD sieren om te zeggen, dit is voor onze rode lijn en wij gaan niet iemand die discriminerende uitingen doet verheffen tot regeringspartner en wellicht in vak K brengen. Dat is de bel aan de wortel van mensenrechten en de bel aan de wortel van onze rechtsstaat. Mevrouw Hermans. Voorzitter, ik sta pal voor onze democratische rechtsstaat en ik sta pal voor alle vrijheden die we hier in het land over de jaren heen bevochten hebben met elkaar. En die moeten we koesteren en dat is keihard werken, dag in dag uit, om die ook voor elkaar te houden, in stand te houden. We gaan nu verkiezingen in en er liggen verkiezingsprogramma's van alle partijen en daar staan dingen in waar ik het wel niet mee eens ben. En u heeft een aantal dingen genoemd, daar ben ik het niet mee eens. Maar het komt er nu op aan, hoe scherp blijven die kantjes? En ik zei het al, Wilders zei zelf in zijn eerste termijn, wie alleen maar zijn verkiezingsprogramma blijft oplepelen, zal nooit meedoen. En dat zal gaan blijken de komende weken. Of hij dit, de heer Wilders, excuus voor uw voorzitter, constant blijft oplepelen. Dat zal voor ons natuurlijk meewegen in onze afweging. Dank u wel. U komt tot een afronding nu. Ja, voorzitter. Bezig zijn met de problemen die mensen in Nederland ervaren. En die problemen fixen die we nu kunnen oplossen met elkaar. Doen wat we nu kunnen doen. Dat is wat ik hoop dat we met elkaar voor elkaar krijgen in het debat vandaag en morgen. En ik begon met het nieuwe hoofdstuk dat hier in Den Haag op het punt van beginnen staat. Ik vind het goed omdat de tijd rijp is. Het kabinet was klaar, wij zijn er klaar voor. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Hermans. Dan schors ik de vergadering tot 15:30 en dan starten we daarna met mevrouw Marijnissen. Iedereen eet smakelijk.